Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik reed hier naartoe zojuist en ik reed door de polder. Flevoland, dat noem ik dan helemaal de polder. En ik reed langs nieuwe windmolens die ze daar gebouwd hebben. 4 volgens mij. En daar stonden groene lampen naast. Hele felle groene lampen. Naast iedere windmolen stond een soort kastje gebouwd met een groene lamp. En ik dacht, waarom staan daar nu groene lampen? En dat is het mooie van dit programma. Want als je een dergelijke vraag stelt, dan is er altijd wel iemand die luistert en die denkt, oh, dat weet ik wel, die groene lampen bij de windmolens, dat zit zo en zo. En die belt dan ook naar 0800-1121. Of die stuurt een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Of die meldt zich even op de chat, dat kan ook. Dat is ook te vinden via www.omroepmax.nl en dan /nachtzuster. Of even een tweet sturen naar apenstaartje nachtzuster. Nou, dat zijn allemaal manieren om een antwoord op een vraag te krijgen. Of een vraag door te geven. En daar gaan we dan de komende 4 uur mee vullen. Dus 0800-1121. Harriette, goeienacht. Goeienacht. Zeg het maar. Ik vroeg mij af. Als je kleding, of als je voeding hebt, dan staan er de kleurstoffen staan vermeld op de verpakking, welke ze erin gedaan hebben. En als je kleding koopt, staat op de verpakking, of op het kledingstuk zelf, staat niet in welke kleurstoffen ze gebruikt hebben. Ja. Voor de kleur van de kleding. Maar de kleding eet je over het algemeen niet op, dus dat... Nee, je eet het niet op, maar kleurstoffen zijn wel, kunnen ook allergieën veroorzaken. Oh, zo ja. Voor, ja. En dan weet je niet welke, ja, welke kleurstof gebruikt is en waardoor je wat voor allergie jij hebt, bijvoorbeeld. Oké, okay. Maar komt het dan heel vaak voor dat mensen allergisch reageren op de kleurstoffen in kleding? Dat weet ik natuurlijk. Dat is ook een vraag. Ik heb natuurlijk meerdere vragen voor zelf. Er zijn steeds meer mensen die hebben allerlei allergieën en ze kunnen niet vinden welke stoffen mensen allergisch voor zijn. Nee, dat is gek, hè? Het kan niet zijn dat het een bepaalde stoffen zijn die in de verf zitten van de kleding, waardoor het moeilijker te achterhalen is of zo. Maar heb je dat zelf? Krijg je vlekken van een rode trui? Nee, ik heb het niet. Maar soms heb je wel eens iets aan dat je hebt de hele dag jeuk van of zo. Ja, dat is wol. Dat staat dan wel weer in het, in het labeltje. Ja. Maar het hoeft dan ook niet altijd van het zijn dat het van wol is of van de stof zelf. Nee. Oké, okay, dus 2 vragen eigenlijk. Kun je allergisch zijn voor de kleurstoffen die gebruikt worden voor kleding? En waarom staan de kleurstoffen niet vermeld op een labeltje? Ja. Oké, okay, 0800-1121. Ik doe mijn best, Harriet. Oké. Okay. Dankjewel, goeienacht. Hi. Henk. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo. Dat groene licht bij die windmolens, hè? Dat is voor de vogeltjes te waarschuwen. Echt waar? Ja. Denk ik, deduceer ik. Maar heb je goed gekeken, heb je dat rode lampje boven de windmolen gezien? Ja. Die is voor de vliegtuigen. Ik denk, en dat kan de andere luisteraars misschien bevestigen of onderbouwen, dat die windmolens op een vogeltrekroute zich bevinden voor nachtvliegers. En dat op die manier het zichtbaar wordt gemaakt voor die vogels dat daar een windmolen draait. Anders vallen er dode vogeltjes, hè, nietwaar? Oh, dat zou erg zijn. Maar even. Ja, maar even. Ja. Want die vogels die komen aanvliegen en die zien die windmolen niet. Niet in het donker. Nee. Overdag hebben ze daar iets minder last van, want er schijnt het zonnetje. En 's nachts hebben ze dat. En we zijn zuinig op onze vogels, dus ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja. Ja, dat ja, en het feit dat het dan een groen licht is. Er zijn vogeltjes dat bang voor te maken groene lichtjes? Met de spectrale gevoeligheid van het oog van vogeltjes. Bij mensen ligt die ook hoog in het groen en wat minder in het blauw en rood. Oh. Ja, want ik moet heel eerlijk zeggen, een paar weken geleden reed ik bijna de berm in omdat ik naar die rode lampen zat te kijken van de windmolens. Ja. Dat ik, waar zit het licht en waarom? En toen raakte ik bijna van de weg. En vannacht gebeurde hetzelfde omdat ik naar de groene lampjes. Dus My dear, please register the road. Wat?
My dear, please register the road. Let op de weg alsjeblieft, anders missen we je programma. Ja, nee, precies. Maar ja. Dan moet je niet overal gekleurde lampjes langs de weg gaan zetten. Dat is gevaarlijk. Ja. Maar het zag eruit ook alsof ze tijdelijk waren. Het zag er niet heel mooi uit. Okay. Want die windmolens zijn prachtig geverfd. Maar dit stellage met het groene lampje erop, dat zag er niet architectonisch goedgekeurd uit. Oké, nou, want ik heb het nog zelf niet gezien. Ik ben benieuwd wat andere medeluisteraars ervan vinden. Ja. Nou, maar misschien is het nu. Ja, het is nu natuurlijk de tijd dat alle vogeltjes maken dat ze wegkomen. Ja, of ze zijn al weg, of ze komen terug, zoals spreeuwen. Komen die terug nu? Het is een heen en weer gaande beweging van vogeltjes, hoor. De ene die komen uit Marokko hier naartoe en de andere is dezelfde soort van Nederland naar Marokko. Maar dan moeten we geen groene lampjes, we moeten een groot met bord met weten jullie wel dat het 2 graden is. Of vinden spreeuwen dat lekker? Nou ja, maar die vogeltjes die doen dat al 100.000 jaar. Ja, dus die dat zal wel. Al gewend en je zou denken dat ze er tegen kunnen. En zo. Je weet hoe vogeltjes zijn. Oké. Okay. Nou, dan is die semi beantwoord. Mocht er nog iemand een aanvulling hebben, 0800-1121. Dankjewel, Henk. Ik hou me aan bevorderd. Tot ziens. Oké, hoi. Ad. Ja, goedenacht. Nou. Ik heb iets heel simpels. Als ik mijn pap kook, kookt die over. Als ik het mat water kook, kookt die niet over. Dus er zit in de melk iets waardoor het overkookt. Uitzet. Ik weet niet wat het is. Het is heel simpel, maar ik weet het niet. Ja, wat was dat ook weer? Het is heel grappig. Ik heb ooit Henk-Jan Ormel, toen hij nog Kamerlid was, belde over het velletje op de melk. Want de beste man was van beroep natuurlijk dierenarts en die wist dat. Dus, maar de kans dat hij wakker is vrij klein. Maar dan is er misschien iemand anders die het gewoon weet. Dus met water kookt de pap niet over. Nee, en als ik half water, half melk doe, dan kookt het ook over. En volle melk kookt het ook over. Maar Ad, hoeveel jaar ben je? 72. En iedere ochtend nog een bordje pap? Ik neem elke morgen een bordje havermoutpap met een zacht gekookt eitje. En lekker. En, en wat maakt dan het verschil? Wanneer maak je het met water en wanneer maak je het met melk? Nou, ik doe sowieso, want ik kook alles biologisch en het wordt wel een beetje duur. Dus ik doe water bij de melk. Bij de pap? Of water bij de melk? Bij de volle melk doe ik een scheut water bij. En dan blijkt dat het nog overkookt. Want dan proef je namelijk niet als je wat water erbij doet. Oh, dus het is eigenlijk, je maakt eigenlijk zelf half volle melk? Ja, we moeten allemaal half. Het is een recessie, dus ik doe half en half. Even de broekriem aanhalen en dan... Ja. Maar goed. En dus maar als je 72 jaar bent en iedere ochtend pap maakt... 72. Oh, sorry. En dan toch kookt het nog over. Op een gegeven moment moet je daar toch handig in worden. Dat je weet na hoe lang... Ja, dat weet ik. Daar ben ik ook wel handig in. Maar het gaat mij om, waarom kookt de melk over? Ja. Waarom kookt dit over? Wat gebeurt er in die melk? Ja, dat begrijp ik ook wel. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Ad. Goedendag. Dag, fijne nacht. Adrie. Ja, hallo. Ik heb nog een aanbieding. En wat wil je verkopen dan, Adrie? Partij vogelhelmtjes, diverse maatjes met parachutjes. Maar geen groene, hè? Want dan kunnen ze niet tegen. Nee. Ik denk dat het gewoon een hoogtebaken is, meer niet. Een hoogtebaken? Ja, voor de vliegtuigen. Nee, maar ze staan op de grond naast de... Oh. Dus het lijkt me heel onverstandig. Lijkt me een slechte plek voor een hoogtebaken. Heb ik niet goed gekeken. Ja, het kan. Nee, maar dat rode wat halverwege de windmolen zit, dat is dan voor de vliegtuigen. Maar het groene, dat. Ja. Maar waar bel je over, Adrie? Nou, het volgende. Er is hier eigenlijk iets naars aan de hand. Oh. En ze vermisten iemand. Oh. En ze komen dus, zijn 2 of 3 keer komen aanvliegen met een F-16. En ik heb hem waarschijnlijk 1 keer gehoord en dan mindert hij waarschijnlijk iets vaart. En want meestal gingen ze in de Soesterberg, een schrokje eigen rot. Maar dat vliegtuig dat gaat dus over het Nadermeer. En dan begrijp ik eruit dat hij een foto maakt, mijn verstand. Maar wat doet die F-16 zo snel dat hij dat gebied controleert en dat ze nou wat kunnen vinden? Ik zou er wat nadere gegevens over willen hebben. Oké. Okay. Willen hebben, moet je mij nou horen. Nou, maar... Vaak op het programma van mij is. Oké, okay. Maar jij bedoelt dat als een F-16 zoekt naar een vermiste persoon? Ja. Dan vraag je je af hoe het dan zit met... Wat doet hij? Wat doet dat toestel?
Of zit er specifiek een F-16? Of kun je er ook met een fototoestel in een helikoptertje boven hangen? Gaat het om die foto? Of door de snelheid analyseert hij dan meer? Mm. Of warmte? Of weet ik wat? Wat doet het toestel? Ja, het wordt er simpel verteld eigenlijk. Ja, ja. Ja, een F-16 kun je er lijkt wat van mij... Nee, het is wel vrij veel zinnen, ja. Maar volgens mij is een F-16 gebouwd om ook dingen goed te kunnen detecteren. Ja. Maar, goed, maar ja, hoe dat dan werkt, weet ik ook niet. Nou, misschien dat iemand er wat meer van weet. Ja. En van vorige week zit ik eigenlijk ook nog een klein beetje, maar je mag niet herhalen. Nee, ik weet maar je doet het toch, hè? Ja. Ja. Ik weet dan nog niet hoe je tegen de stroom de rivier op zeilt met een bepaalde tactiek. Oh, want ja. Die man gaf een leuk antwoord. Het schip stond in het wapen van Amsterdam. Maar wat is de tactiek van tegen de stroom opzeilen? Hoe deden ze dat nou? Want ik vroeg naar Basel. Kijk, kampen haal je wel natuurlijk een stukje. En dan ga je naar de bodem. Ja, blijkbaar. Hè? Dat was wel gewoonte, inderdaad, voor de onder de kop geschreven. Ja, het was een beetje een kort antwoord. Ja. Nou, oké, je was nog niet helemaal tevreden, dus ik pak hem er even bij. Dus kogge schepen tegen de stroom op. Hoe deden ze dat? En hoe lang deden ze erover naar bijvoorbeeld Basel? Ja, want je moet langs steilen. Vroeger had je de trekschuit, maar dat lukte op zo'n rivier met bochten en zware stromingen. Lukte dat niet? Ik ben nieuwsgierig, ik heb er nooit over gehoord of gedaan. Ik weet er gewoon geen bal van. Nee. Daarvoor wel ik. Nou ja, daar zijn we voor. Ja, ik ben dus dom. Nou, we zijn er niet om die conclusie te trekken, maar als je het zelf doet, dan wie ben ik om je tegen te spreken? Ja, goed zo. Hé, Adrie? Ja. Bedankt. Nou, lampje hangt op. Doeg. Ja. Hoi. Lampje ook. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen. Marcel? Ja, goedenacht met Marcel. Hallo. Hallo. Het groene licht is volgens mij van een beveiligingsbedrijf. Oh. Ik rij regelmatig in Zeeuws-Vlaanderen langs een bouwput, dat brandt ook van de groene licht. En er staat een bord bij dat dat beveiligd wordt door een bepaald bedrijf. Oh, maar waarom is het dan groen? Dat vind ik zo. Zet dan gewoon een lantaarnpaal. Ik weet het niet. Nee. Ja. Maar jij denkt van. Ik weet het niet, maar. Dat is het. Daar hebben ze licht neergezet zodat er minder ingebroken wordt in de windmolen. Ja, dat er geen goederen weggestolen worden van die daar nog liggen, die opgebouwd moeten worden. Oh, ze zijn nog wel bezig daar inderdaad. Want ik zag ook nog wel grote stapels zand en dergelijke. Oh, ja. Maar ja, waarom het dan groen is, dat weten we. Nou, 0800-1121. Bedankt voor het voorzetje, Marcel. Oké, graag gedaan. Doei. Wim? Wouter? Wim of ja, Wouter? Ja, Wouter. Wouter, ja, Wouter. Hallo. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik zal proberen een aanvulling te geven. Het groene licht, dat is inderdaad de verlichting voor beveiliging. En het licht is groen omdat dat het minste hinder oplevert voor de omgeving. En met name vogels en insecten. Ja, maar nu spreekt iedereen elkaar tegen. Dus het is juist minder storend voor vogeltjes. Ja. Het is ook minder storend voor de omgeving, voor de beesten die in de omgeving leven. Het groene licht heeft dan dus een dusdanige frequentie dat de beesten zich daar het minst aan storen. Oh ja, op zich klinkt dat heel logisch, want je hebt natuurlijk in de natuur best wel veel groen. Ja, ja. En als je dus gaat kijken of dat dan met elkaar te maken heeft, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel, je zult ook merken dat in een heleboel steden en op sommige kruispunten zijn ze dus nu ook al dat soort groene lichten aan het monteren. Dat zijn dus nieuwe type LED-lampen. Die zijn dus en zuinig en die geven dus het groen licht af. Kijk, nou ja, dan weet ik... Maar waar waren ze nou voor? Want waarom staan ze daar nou voor de beveiliging? Ze staan er nu voor de beveiliging. Ja, want daarom zijn het ook, dus ze zijn ook tijdelijk. Hè? Je rijdt waarschijnlijk dan over de Gooise weg. Dat weet ik niet zo goed. Ja, dus, zeg maar, dat is dan tussen Dronten richting Zeewolde. Ja, en daar staan ze dan. Dus je zag wel dat het niet design was en dat het dus waarschijnlijk weer wegging. Maar ze zijn er nog aan het graven en doen, dus er liggen nog wat, er liggen nog schepjes en emmertjes. En dan moet het dus verlicht worden,
Zodat, ja, en dat, je zult ook in de toekomst zul je ook gaan merken dat er dus dat soort verlichting ook veel meer gebruikt gaat worden voor straatverlichting. Nou, ik vind het heftig lichten, maar misschien moet ik er nog even aan wennen. Ja, dat moeten we allemaal, denk ik. Oké. Nou, heel erg bedankt voor je bijdrage. Alsjeblieft. Goedenacht. En een prettige nacht. Jij helemaal hetzelfde, dag. Wouter. Ja, dag. Remco. Remco, ook met Remco, goedemorgen. Hallo Remco. Hey Astrid. We zoeken toevallig. We komen in dezelfde woonplaats, maar dat maakt niet uit. Ah, en rij je ook wel eens langs die windmolens met die groene lampen? Ja, elke dag naar mijn werk, naar Zedensvaart. Ja, toch hè? Ja. Ja. En? Het is inderdaad beveiliging. Het is beveiliging net zolang tot de windmolen van de eigenaar zelf is, zeg maar. Oké. Okay. En dan is het zijn verantwoording verder. En dan kan hij er zelf een kerstboomlichtjes omheen hangen? Ja, bij wijze van spreken wel. Maar wie wordt dan de eigenaar van die windmolens? Nou, ze maken een opdracht voor bijvoorbeeld een boer. Ja, echt? Of die hebben tegenwoordig allemaal... het is rendabel als je hem bij je boerderij hebt, want het levert alleen maar uiteindelijk geld op. En dat is erg. Verder weet ik er weinig van. Ik had vroeger een maatje die... Die werkte daarmee met windmolens en die zei dat laatst tegen mij. Maar die windmolens, want het zijn allemaal dezelfde windmolens. Maar je kunt dus als boer zeggen van nou zet hem maar bij mij in de tuin. Ja, dat zijn enorme dingen, hè? Kost wel een miljoen, hè? Oh ja, dus dan moet je een rijke boer zijn. Dat denk ik wel, of een subsidie of ik weet niet hoe dat allemaal gaat. Oh, dat wist ik allemaal niet, joh. Nee, maar je kunt ook niet alles weten, hè? Nee, nou ja, ik zou het wel fijn vinden. Er wordt aan gewerkt, maar het is, nou ja, goed. Misschien was dit het laatste wat ik nog moest weten. En het klinkt heel plausibel, hè, dat het licht dan groen is, omdat dat het meeste aansluit op wat we kennen in de natuur. En dus het minst schadelijk is voor diertjes en plantjes. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het te maken heeft met veilig en onveilig. Of dat het alarm is, misschien dat het rode alarm is, dat er storing is. Oh ja, ja, dat is helemaal zo natuurlijk, ja. Okay. Ik wist nog waarschijnlijk twee vragen. Ja. Van het kokkenschip is waarschijnlijk gaan ze laverend tegen de stroom in. Ja. En hoe lang ze erover doen, dat is heel lang, maar verder weet ik het niet. Heel lang. Ja. Ik ben bang, ik ken Adrie een beetje, dat dat niet een hem bevredigend antwoord is. Heel lang. Nou, ja. Nee. Maar laverend dus echt met zeilen en dan zo van links naar rechts door tegen de stroom op ploeteren. Ja, inderdaad. Goh. En van de F-16 is dat ze infrarood gebruiken. Dan vliegen ze over en dan gebruiken ze infraroodcamera's. Ja, en dan? Ja, daar aan de hand daarvan kunnen ze kijken als er lichamen liggen of als ze wat anders kunnen zien, zeg maar. Ze kunnen het heel nauwkeurig daarmee kijken. Oké, okay, maar dan vliegen ze dan boven een gebied waar verder geen mensen zijn? Want dan... Nou, ook waar mensen zijn volgens mij. Het is vroeger een keer bij Kampen gebeurd, bij de IJssel. Hebben ze iemand gevonden? Ja. Nee, dat Maatje Piek, die werd toen gemist. Ja, ja. En die hebben ze toen ook, is toen ook een F-16 over de IJssel heen gevlogen, dat ze misschien daar lag. Ja, ja. En dan, maar dat is wel vreemd, want je kunt dus... Stel dat je boven aarde met zo'n F-16 en infrarood... en dan zie je gewoon 100 mensen. Hoe weet je dan of die er wel of niet bij zit? Nou, ik denk de lichaamstemperatuur. Oké, okay, dan kun je dat ook nog met en de houding. Ja, ja, dat is allemaal inderdaad, denk ik. Nou, interessant. Dankjewel, Remco. En ben je bijna in Kampen? Sorry? Ben je al bijna in Kampen? Nee, ik ben onderweg. Ik ben op mijn werk. Dus ik ben courier van dienst. Oh ja, nee, dan nou, rij maar voorzichtig. Ja, doe ik. Doe best. Snor de groeten. Dat wil ik even snel zeggen. Wie is dat? Een collega van mij. Die luistert. Oh, je wil zelf even... Oh, dan moet je het even goed doen. Nou, Bert, werk ze en de groeten. Goed gedaan, Remco. Gedaan. Heel goed. Goedenacht. Oké, bedankt. Dag. Dag, dag Remco. Dag, Snor. Menno. Ja, goedenavond. Hi. Hi. Nou, die groene lampen. Nou ja, ik zit zelf in de beveiliging. En ze zijn inderdaad van beveiligingscamera's. Ja, ook camera's, natuurlijk. De camera's die zitten boven, vlak boven die groene lampen. Oh.
En dat is van een bepaald bedrijf die best wel groot is op bouwterreinen. En die beveiligt dus alle bouwterreinen, of een heleboel bouwterreinen. Maar laten mensen dan hun accuboorkoffer achter als ze weggaan? Wat kun je nou stelen bij een windmolen? Nou, wat dacht je van oud ijzer? Koper misschien? Ik verzin het allemaal maar. Ja. Maar er ligt natuurlijk een heleboel materiaal wat gebruikt is. En dat is altijd waardevol voor boefjes. Oké, en die camera's. Ik dacht dus, dan zet je er een lamp op en dan kun je in ieder geval niet onopvallend daar rondlopen. Maar een camera, dat is natuurlijk helemaal van deze tijd. Er zit gewoon iemand... Vlak boven die twee lampen, er zit een camera die 360 graden kan ronddraaien. Zodra er dus iemand op het terrein loopt, komt dat signaal binnen bij een meldkamer. Die dus alles kan zien op de camera. En die waarschuwt bijvoorbeeld mij. Of een beveiligingsbedrijf die daar dus een contract mee heeft. En die wordt daarop afgestuurd. En die mag dan eens even gaan kijken wat er aan de hand is. Ga ik even zwaaien op de terugweg. Ja, maar dan moet je wel op het terrein zijn. Want verder mogen ze eigenlijk niet kijken. Ja, dat wordt nog wel gebeuren, maar het mag eigenlijk niet. Wordt een fikse wandeling. Oké. Ja, dat is een behoorlijke wandeling. Dankjewel. En ik wens je een... ik weet niet, wat heb je eigenlijk liever in de beveiliging? Een rustige nacht of een drukke nacht? Ligt eraan. Voor mij mag het best wel druk wezen, maar niet te druk. Maar niks ergs. Gewoon wel druk, maar niks ergs. Je moet ook een beetje af kunnen rijden met elkaar natuurlijk. Ja, oké. Nou, dan een redelijk drukke nacht gewenst. Ja, nou dank je. Jij nog een gezellige nacht dan. Dat komt goed. Dag Menno. Oké, doei. 0800-1121. Als je weet of je allergisch kunt zijn voor kleurstof in kleding. Of als je weet waarom pap met melk wel overkookt en met water niet. Of misschien nog een toevoeging hebt over het tegen de stroom opzeilen van koggeschepen. En hoe lang die erover deden naar bijvoorbeeld Basel. Dat willen we graag weten. Ja, 0800-1121. Edwin. Ja, Astrid, hallo. 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 Ik denk dat ik ook nog wel een bijdrage kan leveren over de groene lampen die er... Ja, want daar zijn we nog lang niet over uitgepraat. Nee, en ik hoor heel vaak het woord beveiliging vallen. Ja. Nou, ik zit ook regelmatig langs de weg en ik heb gezien dat ze inderdaad op heel veel bouwplaatsen staan, groene lampen. Het was mij ook wel opgevallen. Ja. Maar er is wel een reden voor, denk ik. En dat is namelijk dat het menselijk oog is 's nachts gevoeliger voor blauw-groen licht dan voor wit licht. Dus ik denk dat het gewoon een soort van energiebesparing is. Dat het witte licht heeft uitgeschakeld. En zegt, nou weet je wat, we zetten er groen licht op. Want het is gewoon een stukje zuiniger. Dan hoef je minder licht voor hetzelfde resultaat erop te zetten. Ja, een beetje. En het is niet alleen groen licht, het is een beetje groen-rood licht. En groen-rood licht, dat bestaat niet. Groen-rood licht, dat kan niet. Nou, ik weet niet precies hoe dat dan technisch zit. Maar er zitten dan wel groene LED-lampjes in, want het is wel LED-verlichting. En er zitten ook wat rode lampjes bij. Ja. Met groen licht zie je heel weinig kleuren. Als je in het groen licht een rood bord krijgt, dan zie je niet dat het rood is. En met een beetje rood licht erbij, dan wordt dat wat duidelijker. Weet je waar ik opeens aan moet denken? Dat is? Van die nachtopname bij Big Brother. Nou ja. Dat was ook groen. Dat is ook groen, omdat wij als mens het beste zien in groen licht. Ja. In het donker. En nachtkijkers op camera's en bij de, weet je wel, die nachtbrilletjes die ze bij het leger gebruiken, is allemaal groen licht. Oh, nou, weer wat geleerd. Ja, hartstikke. En het heeft nog een voordeel. Ja. Want wit licht, wat er gezegd werd over beesten, dat het wat beter in de natuur past en zo. Je weet, bij witte lampen, daar komen allerlei vliegjes en zo op af. Want die denken dat de zon is en die raken daardoor ook weer heftig van slag. Dat is dus ook minder bij groen licht. Ja. Nou, dan weten we nu alles over groen licht. En met terugwerkende kracht waarom in 1999 de beelden groen waren bij Big Brother. Nou, dan kunnen we dat onderwerp volledig afsluiten. Dankjewel, hè. Ja, graag gedaan, Astrid. Goeienacht nog. Erik, goeienacht. Goedenacht. Hallo.
Hi. Ja, verstaat mij wel, hoor ik. Wat zeg je? Nee, goed. Jij verstaat mij wel. Nou, ik geloof dat ik het bewijs al leverde door te zeggen wat. De verbinding is niet heel goed. Inderdaad. Zo dicht mogelijk bij de telefoon praten, Erik. Nou, gaan we dat even doen. Ik zet hem wat dichter bovenaf. Hi. Ja. Zeg, ik hoorde twee interessante onderwerpen. Ten eerste het verhaal over de F-16's. Van wat ik mij kan herinneren van de diensttijd en de verhalen die je daar dan over hoort. Kan niet elke F-16 het, maar er zijn F-16's van een fotosquadron. Die kunnen inderdaad laag overvliegen en heel snel infraroodfoto's nemen. Aan infrarood kun je zien of bijvoorbeeld de grond is omgewoeld. Of inderdaad of er iets is wat afwijkt van het normale plaatje, van de normale natuur. Dat wordt er vaker gedaan. Ik meen dat in Leeuwarden voor een paar jaar geleden toen een moord is gepleegd waarbij de man zijn vrouw in een aangrenzende tuin had begraven. En ook omgewoelde grond is altijd terug te vinden met dus de recent omgewoelde grond is gemakkelijk terug te vinden met infraroodbeelden. En dat is de reden volgens mij dat zij die infrarood straaljagers gebruiken van F-16. Dan heb je infraroodfoto's en dan? Want hoe weet je dan of het om deze meneer gaat of niet? Nou kijk, je zult niet specifiek ene manier kunnen vinden, maar als je over een gebied heen vliegt en je ziet een maïsveld wat wij spreken overal evenredig dezelfde kleur heeft op de foto. En ziet er plots iets wat in afwijkt, omdat er is omgewoeld of dat je zelf dan misschien een ja, kijk, zo'n meneer zal een paar dagen niet meer warm zijn als hij dood zou zijn. Maar, ik ga zo wrang natuurlijk, maar. Ja. Je zou een verschil kunnen zien. En ik denk nog niet dat ze per se een persoon zullen zien, maar iets wat afwijkt van. En dat ze daar verder naar gaan zoeken. Het is ook beter dan dat je met je lieslazen door de hele biesbos heen moet stappen. Hoor je dat daar naar de meer? Ja. Nou ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, nou handig. Dan weten we het. Ja. Ik zal nog even heel kort over die lichten, dat groene licht. Ik meende dat ook nog iets te maken had. Ja, het is een dit onderwerp natuurlijk. Dat is een goede vraag, hè, dit. Ja. Ja, dus, omdat ze ook wel vaker van die gaslocaties, die wat verder in het land staan, zeg maar, in de weilanden, wat verder van vaste locaties, daar hebben ze ook vaak groen licht. En ik heb ook een beetje het idee dat het wel eens te maken kan hebben met, om te voorkomen, ja, hoe dat dan, met die fotosynthese van planten. Ja. Als je een plant bijvoorbeeld constant onder geel licht zou zetten, dan zou die hele natuur in de war raken, omdat zo'n plant constant denkt dat die onder zonlicht staat. Daar staat tegenover, als hij in de normale natuur zou je dus s'avonds, wanneer de dagen korter worden, zou zo'n plant, die dingen zouden gaan bloeien. Er komen de knoppen beginnen te bloeien. En ik denk dat als je onder vol licht blijft staan, dat je dat niet hebt. Oké. Okay. Dat blijft dus constant in zijn verkeerde ritme. Oh. En ik stel me voor, op het moment dat je de groen licht erbij hebt, dat het inderdaad veel natuurlijker licht is, dat veel neutraler is. Want als dagen korter worden, je hebt meer rood in de lucht, avondrood. Dat is ook een beetje het punt dat de planten wat gaan bloeien. En dat heb je niet als je volgens mij een constant groen licht houdt. Waarbij dus, dat groen licht heeft dan geen invloed op de normale cyclus van de planten, denk ik. Ik denk dat ook meespeelt. Ja, nou, dat is allemaal goed bedacht, zeg. Wat zijn het opeens nuttige lichten in mijn beleving, die groene? Ach, het zal een andere naam liggen, denk ik. Ja, ik... Is dat easy being green, hè? Nee, dat is niet easy, hè? Nee. Dankjewel, Erik. Oké, tot ziens dan. Goeiedag. Hoi. Han? Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik ben toevallig in Naarden. En inderdaad, die straaljager heb ik niet over zien komen, maar dat is thermisch infrarood inderdaad. En daar kun je gewoon alles wat leeft mee zien. Mm. Maar dan had ik nog iets over het koggenschip. We hebben het steeds over tegen de stroom opvaren. Maar het gaat om tegen de wind invaren. Oh. Welke kant het water op gaat, dat maakt eigenlijk niet uit. Je kan gewoon voor de wind, kan je tegen de rivier opvaren. Ja, dat weet ik maar niet. Sneller, ja. Als je maar sneller gaat om de rivier stroomt, dan kom je er wel. Maar de windrichting is, daar laveer je in. Ja. Dus je hebt twee dingen. Je hebt het water en je hebt de wind. Oké, okay, maar stel nu dat je zowel tegen de stroom als de wind in moet. Ja, dan heb je het zwaar. Ja, als zwaar. Maar volgens mij is dat ook de reden dat Adrie het wil weten. Hoe doe je dat? Ja, nou, laveren. Dat is de enige mogelijkheid. Dus zo van links naar rechts, toch? Is dat laveren? Ja. En dan nog iets over wat die... Nee, ik ben nog niet klaar, Han. Want Adrie, nu begrijp ik ook iets beter zijn fascinatie met als je dan dus aan het laveren bent, en je gaat van links naar rechts, hoe lang je er dan wel niet over doet van een, zeg maar, een vaak gebruikte haven in Nederland naar Basel.
Nou ja, volgens mij was een kogelschip een dwarsgetuigd schip. Ja. En dan is het heel erg lastig laveren. Als je een langsgetuigd schip hebt, is dat veel gunstiger. Oh. En omdat je dan, je hebt krachten, dus die wind, als stel dat die wind in de stroomrichting meekomt, en je vaart dus tegen de stroom op, dan ga je dus scheef en dan krijg je dus de wind blaast tegen het zeil. En dan krijg je een zijwaartse beweging, waardoor de kiel wordt die ook in een voorwaartse omgezet. Wordt opeens heel logisch dat al die kogelschepen gezonken zijn, hè, ooit? Ja. Bij kampen dan. Ja. Maar, En dan over die verlichting. Nee, want dat is wel, ik vraag hoe lang doet een schip erover? En jij zegt, het is heel moeilijk. Nee, zeg dat dan. Ja. Ja, en wat dan nog meer? Maar wat die meneer zei net over dat groene licht, dat heeft inderdaad geen invloed op planten. Omdat planten groen licht terugkaatsen. Die gebruiken alleen rood en blauw. Oh, om te groeien. Fotosynthese. En daar is ook weer een reden voor. Ja. Maar dat voert te ver nu. Oh. Maar, dat heeft te maken met allerlei algen en dat soort dingen die vroeger bestonden. En daardoor zijn planten op groen overgegaan. Maar, Kijk. Maar in ieder geval, en dan nog iets. Je had het nog over warmtebeelden van de Big Brother. Ja. Dat die groen waren. Nou, dat hebben ze gewoon groen gemaakt. Want ze gebruikten daar ook infrarood. Ja. Maar dat is, dat noemen ze near-infrared. En dat is dus eigenlijk een soort infrarood wat in afstandsbedieningen zit. Oh. Van televisies. Ja. En dat hebben ze dat beeld een beetje groen gemaakt, maar dat heeft eigenlijk geen kleur. Dat is gewoon eigenlijk een zwart-wit beeld. Fantastisch. Want dat groen, dat komt uit de oude beeld lichtversterkers. Ja. En dat was fosfor en dat was groen. Ja. En daar komt dat groen weer vandaan. Dus het is eigenlijk, was het gewoon om het wat sjeu te geven? Ja, precies. Dus je ziet het nu nog wel eens in films. Maar dat typische groen, dat bestond wel. Alleen dat is een andere techniek. Dat is een beeldversterker. Die werken met heel zwak licht. Ja. En dat wordt versterkt. En dat wordt geprojecteerd op een groene fosfor. Wauw. En degene die er dus doorheen kijkt, die ziet gewoon een groen beeld. Maar het kan net zo goed als je een rode fosfor in stopt, dan is het rood. Dat maakt eigenlijk niet uit. Een goed verhaal. Groen was gewoon makkelijker vroeger. Ja. Nou, dank je wel. En nog één. Oh, nog even iets. Die zijn er bijna klaar mee. Maar die LED-verlichting waar ze het over hebben. Ja. Daar doen ze rood en groen, rood en groene LED's in. Omdat je dan ook verkeersborden goed kunt lezen. Je hebt gewoon meer kleurinformatie. Dat is ook al voorbij gekomen. Oh. Maar de menselijke oog is het meest gevoelig voor groen en rood. Ja. Vooral groen. Ja. En dat maakt het ook mogelijk om 's nachts veel beter te zien. Want dat gele licht wat je hebt, dat monochrome, daar zie je ook haast geen diepte, schijnt het. Maar je kunt ook geen borden lezen. Je ziet alles eigenlijk een soort zwart-wit beeld. Oh. Je kunt niet zien dat een verkeersbord rood is. Oké. Dus dan komt er als er een kleurtje bij komt kijken, kun je het weer wel zien. Ja, precies. Dan zie je dat onderscheid wel tussen rood, wit en groen. Dat hebben ze onderzocht. Sorry, wit niet, maar een wit vlak wordt dan een beetje herkenbaar als een wit vlak. Oké. Dat dus snappen onze hersenen, die maken dan de vertaling. Ja, we kunnen het beter onderscheiden. Het is niet wit, want er is geen blauw licht om het wit te maken natuurlijk. Maar je ziet dat onderscheid, daar gaat het om. Nou, het is het. Ik geloof dat we over licht nog een paar bomen op kunnen zetten. Maar, hartelijk dank tot zover. Ja, ik ga kijken of die straaljager nog zie. Ja, dat hoor je wel hoor, als die eraan komt. Ja, zeker wel. Ja, ja en dankjewel. Meld het maar even als die nog overkomt. Ja. Oké. Goedenacht. Hoi. Peter. Hoi, Astrid. Hallo. Hoi. Ja, wat een. Ik heb bijna het licht gezien. Echt waar? Maar welke kleur dan? Ja, ik weet het niet. Dat is altijd maar de vraag, hè? Ja. Ja, precies. Ik heb misschien een vraag voor andere mensen die het licht nog moeten zien. Ja. Ik weet niet of je kunt herinneren de iSafe kwestie. Ja, daar staat me vaak iets van bij, ja. Ja, inderdaad. Iedereen staat dat vaak bij. Maar dan, als je erover doorgaat, dan denken mensen ineens van, oh ja. Dat was in 2008, 2009, toen kaboutertje Bos op 2 dagen tijd 38 miljard gaf aan mensen die buiten het Nederlands systeem om in het buitenland spaarden. Ja. Die moesten en zouden hun geld terugkrijgen. Ja. 38 miljard, 2 dagen. Ja. 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 En we moeten nu 4 jaar sparen om 18 miljard te krijgen.
zijn die 38 miljard dan nooit teruggekomen? Of ben ik nou achterlijk? Volgens mij... Niet. Nee. Nee, want IJsland zou er een referendum onderhouden, dat vond ik ook zoiets. Onder 200.000 mensen, ja, die wonen er. Ja, ja, ja. Ja, ik, sorry, in Griekenland, ja, ik ben zelf weer in Griekenland, daar hebben ze een spreekwoord, als je me wil pakken, dan kus me eerst, dan ben ik gewaarschuwd. Ja, ja. Ik snap het niet meer. Zijn er mensen die daar iets meer over weten? Maar wat je dus eigenlijk wil weten... is of we het geld dat... het is altijd zo grappig om te zeggen... wij als Nederland hebben gegeven aan de slachtoffers van iSafe... of, ja, precies. Of die terug zijn gekomen. Nee, of we die ook nog terugkrijgen. Hetzelfde als een kwartje van Kok. Ja, precies. Kok lag zich te barsten. Nou, ik ben benieuwd. Ja, dan worden er allerlei feesten gehouden... en miljoenen uitgegeven voor ik weet niet wat allemaal... maar dingen die echt nodig zijn... Daar doet niemand iets mee. Ik kom uit Roermond, er is hier heel veel gaande. Oh ja. Zo is het 4 jaar geleden in Griekenland begonnen. Er is inderdaad heel veel gaande in Roermond. Met pakjes op de kade. Pakjes op de kade, mensen die slecht Limburg spreken. wat een toestand. Het was een aanfluiting. Maar wat vond je de filmpjes een aanfluiting of het gedoe eromheen? Dat vond ik dus echt... Luister, ik weet dat ik Limburger ben. Ja. En ik weet ook dat ik een bepaald accent heb. Ja. Maar om iemand met een Brabantse Emil Roemer kruising Urbanus te laten spreken... dat kan ik me niet mee vereenzelvigen. Maar ik... Ik zat er bovenop het Sinterklaasjournaal, want ik heb de afgelopen dagen gekeken met de hele meute. Maar ik zat te kijken, want het verhaal is dat Jeroen Kramer heet die verslaggever, die loopt door Roermond en die wordt begeleid door een stel jolige inwoners van Roermond, een stel mannen. Ja, dat slaat dus helemaal nergens op. Ik zou je precies vertellen hoe het gelopen is. Ja. Luisteren nu toch geen kinderen. Ik woon voor Stad Sint-Jacob. Er is hier een pleintje, 100 meter verderop is de Roer waar Sinterklaas aankomt. Dat hele spel hebben ze op 3 uur tijd opgenomen. Ja. Ik had daags van tevoren, had ik s'avonds, was een beetje later geworden. Ja. En ik heb zo'n elektrische garagepoort. Ja. En ik kom dus de garage weer uit en ik duw op het knopje, staat een kameel voor mijn deur. Ja. Dat kan toch niet? Iets verderop begint de band te spelen, er staat een paard in de gang. Hup, die komt voorbij, er komt een riksja voorbij en er komt een geit voorbij. Kun je je voorstellen hoe ik me gevoeld heb? Jij dacht, ik heb misschien iets te veel gedronken. Ja, precies. Maar je weet echt niet hoe je je voelt, hoor. Dat is dus echt gebeurd. Ja, maar ik zat ook nog te denken, hoe is dat voor de kinderen in Roermond? Ik kan me niet voorstellen dat het voor de kinderen leuk is. Want kijk, je hebt natuurlijk ook kinderen die in Eindhoven of ergens anders naar school gaan. En ik vind het nou echt de handreiking om Limburgse kinderen te pesten. Ik vind gewoon dat je dat niet moet doen. Nou, maar ten eerste, het is in 3 uur tijd opgenomen. Ja, je kunt natuurlijk niet miljoenen op de publieke omroep bezuinigen... en dan nog verwachten dat ze 3 weken komen filmen. Het moet natuurlijk allemaal voor een kwartje. Nee, stop, sorry. Ja. Dat verwacht ik niet. Maar ik verwacht wel dat als je dan die miljoenen toch krijgt... want er blijft een behoorlijke hap open, over... dat het niet zoals in die reclameversie van Hatsaflats gedaan wordt. Nou ja, maar dat is wel een beetje het resultaat. Dat al die mooie dingen die gemaakt worden, moeten nu voor minder geld. Dus daar wordt wel op bezuinigd. Ja, maar ja, luister, je mag toch wel van een beetje acteur, mag je aannemen... dat hij dan... kijk, wat heeft Allah met Sinterklaas te maken? Nou, heel even, want dat is eigenlijk mijn vraag, Peter. Dat meen ik serieus. Ik zit te kijken... naar het Sinterklaasjournaal. Ik zie Jeroen Kramer met een stuk of 8 mannen in een zwarte jas. Voorgezeten door die meneer van In de Vlaamse Pot. Ja, precies. Is dat een oorspronkelijke Roermondenaar? Absoluut niet. Dat is wat ik zeg. Oh, dat is hetgene wat mensen... Emil Roemer en Urbanus. Kijk, dat is dus wat de mensen dwars zit. Maar ik begrijp niet, dat begrijp ik serieus niet... dat jullie in Roermond je druk maken over het accent... terwijl jullie worden neergezet...
als een stel halve garen. Die alleen maar alaaf roepen en met een kameel op sjouw zijn. Ja, moment, maar dat is nou precies weer hoe de media het vertaalt. Er wordt alleen gezegd het dialect. Nee, het is niet alleen het dialect. Nee. Ik erger me suf over de... Wat heb ik met alaaf te maken? Ik ben Limburger, maar ik vier geen carnaval. Punt. Ik hou er niet van. Nee, zo maar, eenvoudig is dat. Maar, en niet iedereen hoeft carnaval te vieren. Maar waarom moet nou per se een Limburger met alaaf? Willen ze dan alle corruptieschandalen ermee wegslaan? Of... Dat dan niet meer op. Nee, maar het is natuurlijk grappig bedoeld. Dat begrijp ik ook wel. Het is een grap. Ja, en die mannen die zeggen dan tegen Jeroen Kramer... Nou, we hebben helemaal uitgevonden hoe we het paard van Sinterklaas kunnen vinden. Want als je iets kwijt bent, dan vind je het meestal op het moment dat je stopt met suiken. Dus we stoppen nu met suiken. Het is niet suiken, het is suiken. Ja. Ja, precies. Nee, maar dan denk ik van ja, ik snap het wel dat het grappig is. Weet je, het is ook grappig als Basje en Adriaan als de boeven constant in het water vallen en dat soort dingen. Natuurlijk. Alleen, ik had wel een beetje het idee van er wonen alleen in Roermond alleen maar zwakbegaafde middelbare mannen met een zwarte jas. Nou, die alaaf roepen. Dat idee had ik ook. En daar kan ik me dus niet mee vereenzelvigen. Nee, dus dan begrijp ik niet dat jullie je druk maken om het accent. Ik zou me over... Nee, moment. Nogmaals. Ja. Kijk, nu heb je het weer. Ja. Ik zeg duidelijk, het is niet alleen het accent. Nee, dat is waar. Had ik ook eigenlijk jou wel moeten horen zeggen. Ja. Nee, maar dat heb ik toch duidelijk gezegd. Het zijn niet allemaal carnavalsvierders. Nee. En ik vind gewoon, dit is de handreiking om kinderen straks op school te laten pesten. Ja, maar hij is gewoon in Roermond tegen de verkeerde groep mensen aangelopen. Maar dat moet je dan niet... Je krijgt nu het idee dat het inderdaad heel Roermonds was. Nou, ik ben toch blij dat we het even over deze kwestie hebben kunnen hebben, Peter. Ook al belde je eigenlijk over iSafe. Ja, goed. inderdaad, maar sowieso is het ook in de regering gedaan. Hou jij ze dom, hou ik ze arm. Oh ja, dat is natuurlijk de manier. Nou, ik hoop dat er iemand belt, maar ik denk dat we gevoeglijk kunnen zeggen dat niemand denkt dat die 38 miljard van iSafe nog weer ergens op gaat duiken. Maar dat is nou net ook eigenlijk mijn vraag. Waarom interesseert niemand het die in het kabinet zit? Waarom wordt in de oppositie niet een keer een vraag gesteld? Ja, maar Peter, eigenlijk, en het mag hoor, van mij mag het, maar eigenlijk is het helemaal geen vraag. Maar eigenlijk wil je gewoon zeggen dat je het stom vindt. Ja, ik vind het gewoon... Ja. Je bent het toch met mij eens. Jij gaat tot straks ook een boterham minder om eten. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, maar ik ben geen standaard Nederlander. Volgens alle regelingen van het nieuwe kabinet gaan wij er als gezin flink op achteruit. Want we vallen ongeveer overal onder waar maatregelen. Maar ik denk, ja, weet je, wij kunnen nog steeds misschien een boterham... Nou, ik denk niet dat wij er een boterham minder om kunnen eten. Wij moeten bezuinigen. Maar als het daardoor beter gaat met het land en al die mensen die failliet gaan... en al die mensen die geen werk kunnen vinden of hun huis niet kunnen verkopen... dan vind ik dat prima. Dan wil ik best wat goedkopere boterhammen eten. Vlieg je wel eens? Ja. Nou, als je vliegt en het vliegtuig is net opgestegen, hè? Ja. Dan komt die stewardess. Ja. Tegenwoordig heb je zo'n filmpje, maar er wordt een heel belangrijke zin gezet. De uitgang wordt gewezen, weet je wel, links, rechts, achter, voor. En dan als het masker naar beneden komt, dat komt een hele belangrijke zin. Eerst jezelf en dan pas de kinderen. Eerst jezelf het masker opzetten, want als jij niet kunt ademen, kun je een ander niet redden. Ten eerste heb ik daar gevoelsmatig ook heel erg problemen mee. Want ik zou toch het eerste de kinderen dat masker op willen zetten. Dat vind ik gevoelsmatig. En ten tweede vind ik het wel knap, want volgens mij luistert niemand naar dit filmpje. Nou, ik vlieg jij wel, hè? Dus, ja. Ik heb altijd goed geluisterd. Dan heb ik nog een heel klein vraagje. De laatste keer dat ik naar jullie luisterde, was net voordat ik wegging. Ja. Toen was Marcello op de radio en die zou bij jou op bezoek komen. Ja, die heeft hier gezongen. Ja. Ja, daar heb ik niks van gehoord. Ik zal niet zeggen dat je daar blij om moet zijn, maar... Ja, nee, hoe was het? Nou, apart. Ja, maar goed, dat zal Marcello ook zijn geweest, of niet? Wat zeg je? Ik zeg, dat zal Marcello ook zijn geweest, of niet? Ja, die was apart. En het was op een bijzondere manier heel mooi. Ik ben blij dat hij geweest is. Heb je daar geen opnames van? Kun je dat de mensen niet laten luisteren? Het zou kunnen. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik denk er nog even over na. Oké.
Ik ga kijken wat ik voor je kan doen, Peter. Ik wens je een prettige werkdag. Ik jou ook, dankjewel. Okay, hoi, ik zeg gewoon nog een keer 0800-1121. Henk, goeienacht. Ja, met Julio, niet met Henk. Oh, wat apart. Maar, en hoe heet je nou? Julio. Gilio, dat lijkt wel heel erg op Henk. Ja, er zit een aantal letters hetzelfde in. Twee letters goed. Gilio? Een E? Ja, een volgens mij alleen een E. Die jullie delen. Eén letter goed. Nou ja, ik vind het knap, maar ik ben benieuwd waar je over belt, Henk Gilio. Ik had één vraagje, ja, stiekem twee eigenlijk. Oh. De eerste is, je hebt handdoeken en theedoeken. Ja. Sorry? Ja, dat klopt. En vaatdoekjes. Ja. En vaatdoekjes. Die handdoeken, nou, daar kan ik wel wat bedenken, die zijn voor je handen. Ja. Die zijn om je handen af te drogen. Ja. En die zijn van badstof. Ja. Een theedoek, waarom heet een theedoek een theedoek? Omdat die vroeger werd gebruikt apart voor de theepot. Dat is, deze vraag hebben we pas nog gehad, dus ik kan nooit wat onthouden, maar ik weet het nog. Oh, hij werd vaak gebruikt voor de theepot, oké. Okay. Ja, vroeger werd een aparte handdoek voor de theespullen naast de handdoek gehangen en dat werd gevoeglijk de theedoek genoemd. Oké. Ja. Apart. Ja. De rest hoefde niet met die doek, alleen de theespulletjes mochten met die doek. Ja, ja. Oké. En waarom is die niet van badstof? Want die handdoek is van badstof om te drogen. Ja. En waarom is een theedoek niet van badstof? Nee, kijk, dan krijgen we toch een vervolgvraag. Ik zeg 0800-1121 voor alle theeleuten onder ons. Hartstikke idee. Ja. En waren dat alle twee je vragen, Henk Gilio? Nou, ik vroeg me ook af. Ja. Want ik heb een kleintje thuis en die kijkt dan Olive Ostrich. Wat kijkt hij? Dat gaat over een struisvogel. Dat is een tekenfilm over een struisvogel. Ja, Olly Ostrich. Juist. Ja, struisvogel. Ja, ik ben er. En ja, die steekt dan steeds zijn hoofd onder in de grond. Ja. En die gaat dan lopen van de geren. Ja. Maar doen struisvogels dat überhaupt wel is? Want ik zie het alleen in tekenfilms. Ja, goede vraag. Misschien is het inderdaad wel een vooroordeel over struisvogels. Ja, ik weet het niet. Ik heb het niet dat ik zoveel ervaring heb met struisvogels. Maar de struisvogels die jij hebt ontmoet in je leven, die zaten niet met hun kop in de grond. Klopt. En degene die ik heb gezien met Animal Planet en dat soort zenders. Ja. Die deden dat ook niet. Nee, die renden gewoon heel hard rondjes. Ja, een beetje hannissen. Maar ja, niet met hun kop in de zand. Nee, en hoe krijg je überhaupt zo je hele hoofd in een hoop zand? Ja, dat is de vervolgvraag erbij. Oké. Okay. Nou, dan pik ik... Hoe doen ze dat dan? Ja. Die pik ik dan even mee. Ja. Hoe ademen ze dan? Ja, nou, we kunnen uren doorgaan. Ik ga je snel ophangen. Dank je. Oké, jij bedankt. Doeg. 0800-1121. Merel. Oh, hallo Astrid. Hallo. Ja, Merel, je klinkt verbaasd, maar je hebt zelf gebeld hoor. Ja, nee, maar je was nog zo aan het praten met die meneer en... Ineens zei je hallo. Ja, nee, dat is ook waar. Maar ik realiseerde me ineens dat hij een hele slechte telefoonlijn had. Dus ik denk afronden. Nee, hij zat in bad. Oh, ja, sorry. Dat hoorde ik er niet aan af. Ik hoorde alsmaar water kletteren. Oh, stond hij onder de douche? Ik dacht, die zit zich een beetje te vervelen in bad of zo. Ja, en dan, dat zou een logische conclusie kunnen zijn. Dat je in bad een beetje zit te mijmeren over struisvogels. Ja. En dat je denkt, ik bel even. Maar jij zit niet in bad, hè, Merel? Nee, hoor. Oh. Ik bel even over de melk. Over het papje van... heette die Ed? Ad. Of Ad. Het papje van Ad. Ja. Pappen of Ad houden.
Het is goed dat hij iedere ochtend havermoutpap eet. Dat is heel erg goed. Maar het is niet zo goed dat hij iedere ochtend zoveel melk in die pap heeft. Oh, volle melk ook nog, hè? Ja, want het melk is eigenlijk voor de kalfjes, hè? Oh ja, en kalfjes zijn veel groter dan... En de kalfjes die worden tegenwoordig gelijk weggehaald bij hun moeder. Ja. En die krijgen geen melk meer en de mensen drinken de melk op. Ja. Maar goed, dat is eventjes een ander verhaal. Als je überhaupt melk kookt, melk warmt, dan mag je het nooit koken. Nee. Melk moet je altijd laag op een laag vuurtje langzaam warm laten worden. En net tegen de kook aan. Want als je het op een vol vuur kookt en dan kookt het binnen mum van tijd over. En alle bestanddelen kook je dood. Oh ja. Maar de vraag is nou eigenlijk, waarom kookt het over? Want als je met melk doet, dan kookt het niet over. Nou, als je gewoon een pannetje melk kookt en je kookt het gewoon heel langzaam op. Bij melk moet je altijd bijblijven. Kookt het niet over. Het kookt pas over als je het op een heel hoog vuur zet en niet oplet. Nee, maar Merel, als je, als je de pap met melk op een hoog vuur zet en niet oplet, kookt het over. Maar als je de pan met water en op een heel hoog vuur zet en je let niet op, kookt het niet over. Water? Ja. Alleen water? Nee, pap. Gemaakt met water. Ja, dan kookt het niet over. Nee, maar waarom is dat? Oh, waarom? Ja. Oh. Ja, dat verschil weet ik niet. Oké. Okay. Ik weet wel dat je melk gewoon erbij moet blijven. En ja. Maar volgens mij zei hij dat hij dus zijn pap nu vermengde met water. Ja, hij maakt nu een mixje ervan. Wat ik een heel goed idee vind, want zoveel melk is helemaal niet goed. Nee. En als je haver kookt, trouwens bij iedere graan, uit iedere graan die je kookt, daar komt zelf al melk uit. Uit de graan komt al melk. Oh. Dus het is een heel goed idee dat hij het al mixt met water. Ja. Maar de vraag blijft, Merel, maar ik begrijp dat jij dat niet weet, maar misschien is er iemand anders die dat weet, waarom het met melk wel overkookt en met water niet. Dat is eigenlijk de vraag. Op die manier. Ja. Maar dan ben je weer helemaal bij. Ja. Oké, dankjewel hè. Dag Astrid. Goeienacht. Dag Merel. Ja. 0800-1121. Henny. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, het is echt al een morgen. Zo laat is het. Ja. En ik heb ook eens een vraag die gelukkig ik nog nooit gehoord heb. Ik dacht dat je er nooit om zou komen. Zeg het maar. Dat is ook zo. Ik vraag me af, hoeveel van al jouw bellers en luisteraars zijn eigenlijk lid van Max? Oh, ja, maar dat checken we nooit. Nee. Maar we kunnen wel een steekproef doen. Ja, dat zou best leuk zijn, want jullie hebben in ieder geval ook nieuwe leden nodig, toch? Ja, ja, zeker. Want, nou, serieus, ik maak me wel ongerust, hoor. Want er komen weer herverdelingen aan en dan krijgen de hele grote omroepen, dus al die omroepen die nu van plan zijn om samen te zijn, die krijgen meer zendtijd. En de omroepen die wat kleiner zijn, zoals Max, die krijgen minder zendtijd. Ja. En ik heb toch 4 uur op Radio 1 midden in de nacht. Dat is toch wat iedereen wil hebben. Ja, je woont toch toevallig niet aan de Burgwal, hè? Nee. Wat heeft het ermee te maken? Nou, ik heb vroeger in Kampen aan de Burgwal gewoond. Echt waar? Oh, dat is heel luxe wonen. Tegenover de kazerne. Oh, helemaal daar? Ja. Nou, dan heb ik in jouw achtertuin gewoond. Aan de boven Nieuwstraat. Boven Nieuwstraat, ja. En toen hadden de soldaten nog stroozakken. Maar Henny, dat was in het jaar 1804. Ja, dat was het ook ongeveer. Goh, wat zou je het koud gehad hebben zonder verwarming? Nee, dat was. Nee, maar dat was aan het eind van de stroopperiode in de kazerne. Wauw. Maar goed, ik belde dus over het aantal leden. En ik vind ook dat Max
aardige programma's heeft. Oh, gelukkig. Nou, dat vind ik ook wel. Ja, ja. Maar ik ga een. Want even kijken, Henny? Ja. Ben je al lid van Omroep Max? Ja, ik heb er ook al nieuwe gemaakt. Oh, kijk wat een service. Dat kan ik ook. Ja. Maar goed, ik ben wel lid van Max al een aantal jaren. Oké, dan schrijf ik bij jou wel. En dan doe ik even een steekproefje bij. Nou, wat zullen we doen? 10 mensen, check ik even. En dan weten we het percentage. Ja, dan hebben we meteen het antwoord, toch? Ja. Goed zo, dan doen we dat. En weet je dat tegenwoordig de kazerne een muziekschool is? Is wel leuk om te weten. Nee. De kazerne is tegenwoordig een muziekschool. Ah. Denk ik, vertel het even. Oh, dat is mooi. Goed. Dat was de kazerne aan de overkant van de Burgwallen. Ja, aan de Vloedijk. Ja. Ja. Ik weet nooit zoveel van kampen, maar dat weet ik dan toevallig. Goed, Henny, ik zal de groeten doen aan de... Want er zitten nog geesten van de soldaten zitten nog op zolder, hè, in dat gebouw. Ja. Dus zal ik eventjes de groeten overbrengen. Nou, dat is heel prima. ik wacht wel af hoe de eindstand wordt. Ja, dat horen we nou over 10 bellers, dus ergens rond 4:15. Ja, mijn kampoetje vakker blijven. Ja, er zit niks anders op. Ja, voor wat hoort wat. Ja, veel succes verder. Dankjewel, dag Henny. Ja. Dag hoor. Dag. Rietje. Ja, ik wilde je eerst een compliment geven, Astrid. Ik slaap altijd wel behoorlijk, maar ik kan niet slapen en ik denk, ik zet de radio aan voor afleiding. Ik heb een allergie, ik word gek van de jeuk. Maar Astrid, natuurlijk ben je lid van Max. Ben je ook lid van Max? Ja, wat weet je. En ik heb al zoveel lid gemaakt. Maar je bent ook een mens van Max, want die zijn altijd wel opgewekt. En het geduld waar je, hoe heet het, wat je hebt met het antwoorden en het prettige stem. Ik ben niet anders als complimentje. Nou, ja, ik ga even achterover zitten, kijken of er nog meer komt. Nee, maar eigenlijk, want het is heel grappig. Ik had laatst met iemand een discussie omdat ik nog niet helemaal de leeftijd heb voor Omroep Max. Nee, het scheelt niks hoor. Ik denk dat je een jaar of 30 bent. Ja, ergens daar omstreeks. En omstreeks. En het is een sport van mij, geluiden. En ik ben 89. En ze zeggen altijd, je klinkt jonger. Ik zeg, ja, maar ik hoef wel in de spiegel te kijken. Maar ik mag niet mopperen. Maar lieverd, dat wou ik even zeggen. Want je geeft de kans om de mensen te praten. En meestal met interviews. Dan raken ze niet de point. Maar jij probeert steeds de point eruit te krijgen. En nou, ik wil die alleen maar, ik hou je niet op. Want er staan misschien meer wachtende voor je. Maar ik wou jou door een compliment geven. Nou, je bent geknipt voor dit werk, maar nog één vraag. Ja, neem alle tijd die je wil. Nee, maar één vraag. Ja. Hoe doe je dat overdag? Want als je dan 's nachts zo bij de point bent en zo prettig, ik zou dan als een heel ander ritme heb, zou ik toch anders zijn misschien 's nachts als dat ik het overdag ben. Nee, maar dat is ook zo. Overdag ben ik heel slaperig en zagrijnig. Ja. Dat ben ik 's morgens. Ik ben geen ochtendmens. Maar goed, lievertje, dat wou ik even zeggen. En ik heb me gek gelachen zoals ze over die havermout bezig zijn. Nou. Want uiteindelijk, ik doe wel een stukje boter dat mijn aardappels niet overkoken. En dat helpt ook, maar dat is het vet wat het schuim tegenhoudt, begrijp je? Dus dat is ook weer een tip voor luisteraars. Het vet wat het schuim tegenhoudt, dat is met melk natuurlijk ook zo. Zit dat is met melk natuurlijk ook zo. Daar komt ook vettigheid bij kijken. Ja, maar dan zou ik zeggen, dan kookt het niet over. Maar wat die mevrouw zegt over graan komt vet. Ja, dan denk ik, nou, dat heb ik ook nog nooit van mijn leven gehoord. En ik heb natuurlijk al een lang leven. Dat is waar. Ja, we moeten to the point komen. Wat zeg je? We moeten to the point komen. Ja. Ik zou uren met je kunnen praten. Ja, ik met jou ook. Want je bent mens naar Mars. Ik praat ook altijd, zeggen ze, jij praat 5 kwartier in een uur. Nee, helemaal niet. Maar ik heb in de verkoop gezeten, dan moet je goed kunnen praten. Niet dwingen, maar goed aan je woorden komen. Hè? Lieverd, een fijne nacht en blijf gezond. Dankjewel, en hetzelfde hoor. Ja, misschien. Luister, is het iedere ophangen nu, Rietje. Ophangen nu. Nu is het genoeg geweest. Ja,
Dag, dag. 0800-1121. Marco. Hoi, goeienacht. Hallo. Goeie vakantie gehad. Ja, heerlijk. Dankjewel. Wat kan ik voor je doen, Mark? Oh, Marco, voordat ik het vergeet. Ben jij al lid van Max? Nee. Oh, dan ga je... Oh ja, dit is natuurlijk dit is geen representatief onderzoek, want mensen durven... Het is niet anoniem, dus je durft niet te zeggen dat het niet zo is. Maar jij hebt daar geen enkele moeite mee, dus... Nee, absoluut gaan we het niet. Toch beschouwen als representatief. Ja, waar belde je over, Marco? Nou, ik weet misschien het antwoord over die theedoek. Ja. Waarom die niet van badstof is. Nou, vertel. Ik heb onlangs ontdekt dat mijn vrouw ook nog wel eens de handen pakt om wat af te drogen als de theedoek nat is. Ja. En dan zitten er allemaal van die vezeltjes op het bord. Dat is waar. Ik denk dat het daarom niet van badstof is gemaakt. Ik vind dat je sterk uit de hoek komt. Zeker, wel lekker. Ja, heel goed. Nee, ik denk dat dat inderdaad meespeelt. Ik denk dat daarom is. Ja. Nou, kort maar krachtig, Marco. Dankjewel. Oké. Een goede nacht nog. Hey, goede uitzending, hè. En ik hoop dat je nog heel veel mensen lid mag maken. Ja, nou ja, daar was ik niet mee bezig, hoor. Ik doe gewoon echt onderzoek. Dit is puur wetenschappelijk ben ik hier mee bezig. Het is nu 2-1. Je telt goed mee. Dankjewel. Dag, Marco. Oké. Hoi. Ralf. Ja. Ben je al lid van Max? Nee. Oh, oké. Staat genoteerd. Wat kan ik voor je doen of jij voor mij? Nou, ik wou een reactie geven op dat verhaal van die iSafe miljarden. Ja. Niet zo gek lang geleden is er een artikel ook op televisie verschenen. Oh. Waarin bleek dat die miljoenen nu, of miljarden nu wel aan terugkomen zijn. Oh, gelukkig. Wanneer het afgerond wordt, of afgerond is, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn enkele gemeenten die al ettelijke miljoenen, die zij destijds daar hadden gestald, hebben teruggekregen. Oh, kijk. Dus het, laten we zeggen, dat gaat de goede kant op. Maar ik heb ook begrepen dat het nooit meer dan de helft is. Maar dit, ja, ik weet het ook niet. Ik hou verder ook geen huishoudboekje bij op dat gebied. Er is ook in het algemeen op een gegeven moment een bewering geweest. Ja. Waarin gezegd werd dat het nu terugbetaald kon worden. Ja. En zelfs met... Er is zelfs gezegd dat het met rente zou gebeuren over de tijd dat het dus onder water is geweest. Goed. Nou, of dat wel of niet gebeurt, dat zal de tijd uitwijzen. Ja. Maar dat was het verhaal. Nou, hartstikke fijn. Kan ik Ander dat... Punt. Oh, ja. Ander punt is dat die meneer vroeg zich af waarom men zich daar verder niet druk over maakt in de politiek. Mm-hmm. Ik denk dat ik daar ook een antwoord op heb. Kijk. We hebben een premier die zich al helemaal niet druk maakt om de vergissing van 50 miljard. Nou, als 50 miljard al niet interessant is, dan is 38 miljard natuurlijk helemaal niet interessant. Nee, precies, want dat is minder. Precies. Ja. Zo eenvoudig werkt dat. Ik vind Kijk, het een mooie normale conclusie. Werknemer die wordt bij een kasverschil van 5 euro wordt die al op het matje geroepen. Maar als je een premier hebt die 50 miljard weglacht, dan ben je snel klaar, denk ik. Het is duidelijk. Dankjewel, Ralf. Oké. Een hele goede nacht en bedankt voor je telefoontje. Hoi. Wico. Ja, goeiemorgen, zullen we maar zeggen. Ja, dat mag. Dag, Wico. Dat ging even over die melk. Ja. En dat heeft iets te maken met de oppervlaktespanning van vloeistof. Ja. De oppervlaktespanning van melk is veel groter dan van water. Oppervlaktespanning? Ja, laten we het zo zeggen. Als je water kookt, ja, dan zie je op een gegeven moment als het begint te koken die luchtbellen naar boven komen en die springen kapot. Ja. Nou is de oppervlaktespanning van melk is te groot, dus die luchtbellen springen niet kapot. Ah. Die blijven naar boven komen en dan zie je die melk als het ware als een soort schuim steeds hoger komen en dus op een gegeven moment overkoken. Ja. Omdat al die luchtbelletjes niet kapot springen. Nee, dat is nog eens een mooie, kort en krachtige verklaring in Jip en Janneke taal. Dacht ik wel. Ja, ik ben vol waardering. Dus elke vloeistof heeft een bepaalde oppervlaktespanning. Ja. En dat zeg ik, die van melk is veel groter dan van water. En dat is de reden dat die dus omhoog komt en overkookt. Nou, staat genoteerd, Wico. Heel hartelijk bedankt.
Ja, oké. Okay. Doe je zelf ook melk in de pap? Nou, ik moest vroeger als kind kregen wij havermoutse pap. En ja. Ik heb er wel zo gruwelijk aan gekregen. dat je het nu hoort op de radio en er alweer helemaal misselijk van wordt. Nou, dat heb ik al genoeg. Dat is hetzelfde als het woord leventraan zeggen. Dan proef ik het gewoon nog. Ja, dan doe je al bij voorbaat je lippen op elkaar. Nee, ik heb een beeld. Dankjewel, Wico. Oké. Goeienacht. Ah ja. Dag. Igor. Ja, hallo. Hallo? Ik had een vraag. Ja, daar zijn we voor. Of een soort stelling. Want oh. Ik hoorde laatst van een natuurkundige dat in het donker alle dingen kleur verliezen. Ja. En dan vraag ik me gewoon af, nou ja, iets heeft een kleur. Nou ja, hoe kunnen ze dat dan bewijzen? Want alles behoudt zijn kleur, toch? Dat is toch gewoon aanwezig? Ja, maar kleur kun je alleen maar registreren als er licht opvalt. Ja, soms dan sta ik echt stom verbaasd van mezelf dat ik dingen wel weet. Meestal weet ik niks. Ja, maar, ja, natuurlijk, dat is waarneming. Maar iets is gekleurd. Bijvoorbeeld een rood boek of zo, ik noem maar wat. Of een blauwe spijkerbroek. Ja. Dat heeft gewoon zijn eigen kleur. Dat zit er gewoon op. Dat zit erin. Ja. Maar dat bestaat, dat is dus helemaal weg. Er bestaat gewoon geen kleur in het donker. Maar ik kan er met mijn hoofd niet bij, want het zit er toch op. Het heeft toch een bepaalde kleur. Maar het is natuurlijk eigenlijk net zo'n vraag als van brandt het lampje van de koelkast ook als de deur dicht is? Ja, precies, ja. Ja. Dat kun je alleen maar zeker weten door in de koelkast te gaan zitten. Maar je kunt niet in het donker kijken wat voor kleur iets heeft. Nee, maar ja, toch heeft het die kleur. Ja, daar moet een verklaring voor zijn. Ja, maar het valt gewoon niet te bewijzen of zo. Ik weet het niet. Nou ja, misschien dat zijn altijd van die dingen die mensen best wel in ieder geval kunnen proberen uit te leggen. Ja, had er ook iets bij van Schrödinger's kat of zo. Oh. Dat is ook weer zo'n heel verhaal. Oh, wat was dat ook alweer? Ja, een kat in een kist en als er dan een bepaald... Ja, is die er dan wel? Als je atoom vervalt, dan is die kat of dood door een gif wat dan die kist inkomt. Ja. Of hij leeft nog, maar je kunt het pas weten wanneer je de doos opent. Wanneer je de kist opent. Ja, en dan is het geen dichte kist meer. Ja. Ja, dat is inderdaad. Daar kan ik ook met mijn hoofd niet bij, want het zijn twee toestanden. Dus dat gekleurde oppervlak heeft twee toestanden. Geen kleur en wel kleur. Ja. Tegelijkertijd. Nou, volgens mij heb je het idee al wel redelijk in je hoofd zitten. Alleen kun je het nog niet goed bevatten. Toch snap ik niet waar die kleur blijft. Ja, toch, vind ik toch een hersenbreker. Nou, als er iemand met jou kan meevoelen en toch weten hoe het te verklaren valt, 0800-1121. Ik doe mijn best, Igor. Nou, oké. Okay. Goeienacht nog. Best. Ja, doeg. Hoi. Hoi. Anna. Ja? Hallo. Ik had een antwoord op die vraag over die linnen doeken. Ja, oh, ik vergeet helemaal aan Igor te vragen of die lid is. Ben jij lid van Max? Ja. Oh, kijk, wel. Ja. Gelukkig, daar heb je er een. Nou, ik ga lekker hoor. Het staat 3-2. Ik vind het niet tegenvallen. Tot nu toe is... dat is even kijken. Hoe zeg ik dit? 60% van de respondenten is lid van de omroep. Goed zo. Nou, ik heb me in ieder geval opgegeven via de internet. En ik hoop dat allemaal goed afgelopen is. Oh ja, dat is altijd even afwachten. Maar, Je belde. Nou, ik ben opgegroeid in een gelukkig. Gezin. Ja. Waarbij wij voor alles speciale afdroogdoeken hadden. En voor glaswerk en voor de theekopjes. En dat waren dan niet de theekopjes zoals ze nu hebben, gewoon van aardewerk. Mm-hmm. Maar dat waren hele dunne Chinese theekommetjes. Ja. En die kneep je al fijn als je er maar keek. En daar had je speciale, hele dunne linnen doeken voor. Dus dat waren eerst werd het glaswerk gedaan met de doek. Ja. Daarna de theekopjes.
Dan werd die doek weggelegd. Dan werden het zilver en de messen werden afgewassen. En die werden afgedroogd met een vrij kleine doek. En dat noemden we dan een messendoek. Want dat gaf ook niet als die scherpe messen er een snee in maakten. Oh ja. En daarna kreeg je de bordendoek. Dat was een grovere doek. Die heb ik nou nog in de linnenkast liggen. Met een beetje bobbelige toestand. Dat nam dan beter het water op. En tenslotte had je de pannendoek. Oh ja. En de pannendoek, die ging altijd het eerste kapot. En dat is ongeveer de afdroogdoeken die we nu tegenwoordig gebruiken. Kijk, dat is wel een hele enorme stapel was, hoor. Ja, maar kijk, dit is wel de tijd dat ik klein was. Ja, precies. Dat is al even geleden. Niet zo heel lang. Dat is wel maar even geleden, ja. Ja. Ja, ik ben ook niet voor niks lid van Omroep Max. Nee, precies. Nou ja. Ik hoorde laatst iemand zeggen van als je zelf niet in de doelgroep valt, dan heb je waarschijnlijk wel ouders of grootouders die weer in de doelgroep vallen. Dus dat vond ik wel een hele mooie... Nee, die zijn met mij allemaal al geheven. Die heb je niet meer. Nee. Nee. Nou, maar dat jij er bent is ook fijn. En je allerlei doeken verhaal duidt ook weer een beetje iets meer over de theedoek. Dus dank je wel daarvoor. Oké. Goeienacht nog. Goeienacht verder. Dag. Gerard. Ja, goedemorgen met Gerard. Goedemorgen. Ik heb een antwoord denk ik op die melk die overkookt. Ja. Want volgens mij is het zo dat in melk zit eiwit. En... dat gaat dus borrelen en daardoor kookt het over. Zeker als je natuurlijk een klein pannetje gebruikt. Ja. Want als je de melk door laat koken en dat eiwit is gestold, dan kookt het niet meer over. Dan blijft het gewoon op het niveau staan waar je het hebt gevuld. Dus dat is volgens mij het antwoord op die vraag van de melk die overkookt. Want water kookt niet over, gaat wel borrelen. Maar omdat daar geen eiwit in zit, kookt dat niet over. Nee. Nee, ja, dus eiwit gewoon, ja. Door het eiwit wat in de melk zit, koopt het over. Nou, duidelijk. Gerard, dankjewel. En in Kampen heb ik in de Van Heuskazerne gelegen. En daar hebben ze nog stroozakken gehad in 1964. Dat weet je nog. Ja, dus toen heb ik dat 3 maanden in Kampen in die Van Heuskazerne gelegen. En toen waren wij de laatste die dus de stroozakken hadden. Ja. En die hebben we toen nog eens een keer uitgeschud en nieuw stro erin. Maar daarna kwamen dus gewoon een schuimrubberen matrassen. Ja, toch dus, luxe, hè? Ja, dat was luxe toen. Ja. Ja. Nou, de Van Heutskazerne is een andere kazerne weer. Daar zijn ze nu appartementen en toestanden in aan het bouwen. En dan komt de bibliotheek weer in. Ja. Ook weer leuk om te weten. Nou, zeker te weten. Nou, ik kom wel eens in Kampen dus. Oh, oké. Okay. Nou, dan moet je maar even zwaaien als je op het Van Heutsplein staat. Zo is dat, ja. Dankjewel, Gerard. Graag gedaan. Goedenacht nog. Dag. Dick. Ja, daar was ik weer even. Hallo. Ja, het gaat over die melk, maar alles is er eigenlijk al over gezegd. Oh ja, eiwit, vet, water, borrelen. Water, daar zitten geen eiwitten in. En dat geeft dus veel minder borreling dan die melk. En als je overigens in die melk blijft roeren, dan zorg je ervoor dat die belletjes en die toestanden die normaal exploderen door die stof die erin zit in die melk, dat dus niet gebeurt. Maar dan moet je er constant bij blijven. Maar als je 2 pannetjes tegelijkertijd op het water zit en het gaat koken, water overigens bereikt de temperatuur van 100 graden en melk wordt veel warmer. Dus dat komt ook door die eiwitten. Ja. Vandaar dat je dus water rustig kan laten koken. Dat zal niet overkoken, maar melk dus wel. Dat komt ook omhoog. Je ziet het echt rijzen als het ware. En dan moet je er echt bij zijn, maar goed. Ja. Dat is eigenlijk verder, valt er weinig aan te vullen nog aan dat hele gedoe. Nou, dan ronden we gewoon weer af, Dick. Dan ben ik blij dat je weer... er wordt niet afgerond, hoor ik net. Ik ben altijd nogal lang verstopt. Ja. Nee, maar ik zal het dit keer niet zo lang maken. Nee. Je hebt overigens wel vergeten te vragen aan die man hier voor mij of hij lid was. Ja, en jij dan? Ik ben lid. Kijk. Ik vraag je, het is gewoon een kwestie van... Nee, maar het is een steekproef, hè? Dus selectief... Ik heb trouwens nog een beetje een iets schuin hellend mopje erover, over dat lid zijn en zo. Mag dat even? Ik durf hij geen niet, hij is echt niet... Hij is helemaal niet grof, want hij is juist leuk. Hij is heel leuk, hij is heel fijntjes. Hmm.
er wordt aangebeld bij iemand aan de deur. En er staat een man beneden aan de deur. En die roept naar boven. Kan ik u lid maken? En die vent boven die zegt. Lid maken? Ik wist niet eens dat die stuk was. Dat moet toch kunnen? Ja, die dat kan. Dat op de vroege vrijdagmorgen. Ja, nee, die kan. Oké. Okay. Dan heb ik nog wel een vraag aan mijn kant. De serie Moeder, ik wil bij de revue. Ja. Op maandagavond, waar ik elke keer mijn harddisk voor aanzet, omdat ik tot nog toe alle afleveringen heb opgenomen. Ik vind het fantastisch gefilmd. Ja, ik hoor daar heel veel goede dingen over. Ja, die moet genomineerd worden, absoluut. Ja. Daar moet absoluut volgende keer moet daar een prijs voor worden weggegeven. Want het is filmisch, is het zo goed. Het verhaal, oké. Weet je, een kolenboer en nou goed, die wordt dan gek van de revue en zo. Die begint dan te janken als die een voorstelling ziet. Een beetje over de hele, een beetje overtrokken. De manier waarop die man tenminste dan bij de revue wil. Ik denk, ja, jezus man. Ga je vader helpen met de kolen en kom dan nog eens een keer terug. Maar goed, maar het verhaal is dus, het is leuk. Maar hoe het filmisch, ik kijk hoe het filmisch is gedaan. Omdat ik daar zelf, zoals je geloof ik wel eens hebt gehoord van me, daar werkzaam in ben. Ja. Maar goed, het is zo fantastisch en ze hebben echt elk detail, weet je. De auto's die voorbij rijden, ze hebben daar een aantal mensen hebben ze voor op moeten trommelen. Net zo goed als die oude tv-toestellen en al die spullen uit de jaren 50 die dan in die zogenaamde winkel staan. Nou, het is fantastisch gedaan. Maar mijn vraag is eigenlijk, komt die serie, weet jij dat, of die serie ook op DVD uitkomt straks als die 8 delen zijn geweest? Want er zijn er nu 4 geweest. En de 5e wordt weer opgenomen door me, maar ik heb het toch liever op een dvd'tje op een gegeven moment. Ja, oh ja, dat weet ik niet. Ja, maar dat ga ik voor je checken. Dat zou ik leuk vinden. Dan heb ik nog even een klein, heel klein vraagje over dat filmen wat ik graag wil doen in een uitzending. Ja. Ik heb je een mail gestuurd, volgens mij heb je het niet gekregen. Nee. Dus ik denk dat mailtje dus toch op een ander mailadres gestuurd moet worden. Is dat mailadres wat jij altijd in je uitzending noemt? Ja, dat moet je hebben. Dus toch. Maar er is iets met de mail. Want ik krijg meer klachten van mensen die me mailen en waar ik dan geen. Die ik helemaal nooit zie verschijnen. Oké. Okay. Maar ik krijg ook wel gewoon nu tijdens de uitzending ook mail. Dus blijf het vooral proberen via nachtzuster@omroepmax.nl. Ja. Dan heb ik een muziekverzoek. Ik dat mag doen. Ja. Je bent gek met muziek en je wil nog wel. Ik had het vorige week over de Stil Korte Blues en over die Simon Adams. Ja. En die moet ik je ook nog sturen, maar ook daar weet ik niet. Maar Dick, kunnen we alle administratie buiten de uitzending halen? Want er zijn ook mensen die gewoon vragen en antwoorden willen horen. Ja, dat is waar. Ik ga ermee stoppen dan. Maar muziek, want nu maar zitten we. Ik wil graag het nummer Stil Korte Blues horen. Ja, want die had ik vorige week klaarstaan. En als je dat kan vinden van die Simon Adams, die kun je vinden op YouTube. Nee, dat gaan we niet doen. We hebben vorige week een stuk. We gaan niet. Je zou iets opsturen, dus we gaan er niet krakkemikkige internet dingetjes uitzenden. Okay. Maar het origineel van Gary Moore, dat draai ik graag voor je. Hartstikke goed. Ja? Dank en dan hebben we verder contact via dat handige mailadres. Goed? Helemaal goed. Ik hoor hem al. Okay. Perfect. Dag, Dick. Goeie uitzending. Hetzelfde. Dag. Doeg. Nachtzuster apenstaatje omroepmax.nl. Af en toe werkt hij wel. Gary Moore en I Still Got The Blues. Hans? Ja, goedemorgen. Hey, met z'n allen tegelijk. Dat is nog eens leuk. In de inbox. Oh, ik heb natuurlijk twee. Fantastisch. Ik weet het niet. Nee, het is gewoon heel grappig. Maar er is een extreem hoog percentage Hansen dat naar dit programma belt. En ja, loop. Ja, en ik heb nu twee Hansen. Maar even kijken. Nou, doe maar een Hans, de eerste die roept. Oh. Ja, dat ben jij. Ja. Waar bel je over, Hans? Ik had een vraag. Nou, dat is mooi, want daar zijn we voor. Zeg het maar. Ja, je kent vast wel dat je wel eens een hele zwerm spreeuwen hebt gezien of een hele school vissen. Ja. En dat die in één keer met de neuzen allemaal één kant op gaan. Ja. Maar hoe weten die dieren van elkaar waar ze heen moeten? Ja, maar de voorste geeft richting aan, toch? Dat kan niet, want dan gaan op tienden van een van de top. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dit kan echt niet. Ja. Misschien is het, ik weet het niet.
ik ook niet. Daarom bel ik. Ja, nee, en daarom roep ik dan weer op voor mensen om te bellen naar 0800-1121. En dan moet het natuurlijk te doen zijn. Ja, ik heb al veel geprobeerd, maar het is nog nooit gelukt. Nee, nou ja, maar dit is echt het medium om met dit soort vragen aan te komen. Juist. Dus ik zeg 0800-1121. Ik ga mijn uiterste best doen. Nou, ik dank je wel. Oké, dankjewel voor de vraag, hè, Hans. Oké, joei. Dag. Andere Hans. Ja, goedemorgen. Hallo. Hey, Hans Jansen uit Uden. Ah. Ja, ik hoor al op de achtergrond, er zijn meer Hansen. Het stikt van de Hansen altijd. Oh, dan vergeet ik het aan die andere Hans te vragen. Maar Hans Jansen uit Uden, ben jij al lid van Omroep Max? Nee, nog niet. Oké, dan noteer ik je. Dat is mooi. Tenminste, dat is niet mooi, maar dat is wel een resultaat weer. Steekproef. Omdat er al zoveel Hansen zijn, misschien laat ik mijn naam al veranderen. Wie weet, want er zijn al zoveel Hansen. Ik zou het doen, maar doe dan niet Jan, Joop of Gerard, want die heb ik ook al een hoop. Dan denk ik dat ik mezelf maar Kees ga noemen. Kees, die heb ik bijna nooit. Nee, dat is een goed idee. Dit is gewoon een eigen stuk van mijn ouders en die moet ik gewoon blijven houden. Wat kan ik voor je doen, Hans Kees? Nou, ik had eigenlijk twee hele rare vragen. Ja. Twee nog wel, ja. Eigenlijk. Ja. En de eerste dat gaat over een krab. Ja. Waarom dat de krab al te zijdelings loopt. Ja. Dus, en die andere vraag. Ik heb vier katten, want ik ben een echte kattenliefhebber. Ja. En een van mijn katten is er zo een, die eet alles wat van plastic is. Van plastic? Alleen van plastic. Dat is niet goed, hè? Nee, dat weet ik. Het is niet goed, maar die eet alles. Hij gaat ook weer naar de kattenbak en hij laat het er ook weer uit. Maar het schijnt de kat eigen te zijn dat hij dus alles van plastic, dat hij eraan gaat likken. En dat hij het opeet. En ik ben al jaren kattenverzorger, maar ik weet nog steeds niet waarom katten nou eigenlijk allemaal aan plastic gaan likken. Ik heb twee katten, maar ik heb ze nog nooit plastic zien eten. Nou, ik heb maar je moet het ook niet in het voerbakje doen, hè? Nee. Oh. Want dan zet ik hier gewoon een plastic tasje ergens mee. Ja. En dan gaat hij eraan zitten lukken. En dan kom ik even nog eraan terug en dan is er een handvat weg. Daar heeft hij dan opgegeten en dan moet ik de kattenbak in de gaten houden. En dan ligt hij een paar dagen later in de kattenbak. Het hengsel. En dat is al meerdere malen gebeurd. Joh. En ik krijg er maar geen antwoord op. Nee, nou ja. Waarom dat hij dat doet? Maar ja, ik ga mijn best doen. En misschien is er iemand die daar een wetenschappelijk onderbouwde mening over heeft. Maar ja, iedereen vindt iets anders lekker. En blijkbaar heb jij gewoon één kat met een voorkeur voor plastic zakkenhengsels. Ja, ik heb het wel eens gehoord. Ze likken altijd aan plastic, maar dat ze het ook opeten voor de plezier. En dan een paar dagen naar de rand weer in de kattenbak neerleggen. Ja. Dat vind ik wel heel... Vergaan. Zelfs bij dierenkliniek heb ik daar geen antwoord op gevonden. Wat een toestand. Nou, ik zeg 0800-1121 of nachtzuster@omroepmax.nl. En dan moeten wij toch even een antwoord kunnen vinden op deze prangende vraag. Dankjewel, Hans Jansen uit Uden. Dan ga ik nou even de radio aanzetten, dan kan ik allemaal meeluisteren. Dat vind ik een goed idee. Ik ben ervoor om mee te luisteren. Dankjewel. Dat is goed. Heel veel succes met je uitzending. En als ik nog meer vragen heb, dan hoor je me weer. Ik kan nu al niet wachten, Hans. Dat is goed. Dag. Prettige uitzending. Dag. Waarom schreeuwen we eigenlijk? Ja. Die harde stem die ik heb, ik geërfd van mijn ouders. Oh ja. Dat zit een beetje in de familie. Dat is een beetje een familiekwaaltje. Je moeder heeft het ook. De moeder deed het al veel harder als ik. Echt waar? Echt waar. Dus, ze leven alle twee niet meer. Maar het is toch een beetje een erfstuk. Ja. Ja, iemand moet het gebruik natuurlijk voortzetten. Dan wil ik ook verder nog even de complimenten maken aan Majesty Dierencrematorium in Nederland. Ja. Want je hebt wederom heel goed werk verricht met de crematie van mijn laatste huisdier. Dus die verdienen eigenlijk via de radio wel eigenlijk een compliment. Nou, dat is vast geregeld, maar je had toch nog vier katten?
Ja, ik heb een vier katten, maar ik had een goede kennis voor mij. Ja? Die is die rijdt bij Arriva. Die is buschauffeur bij Arriva. En ja. Die had afgelopen vrijdag is haar kat plotseling overleden. Ja? Aan een nierafwijking. Ah. En Majesty heeft mij de mogelijkheid geboden om die crematie heel zelf uit te voeren. Naar wens. En dat geeft zo'n goed gevoel. Dus dat ik eigenlijk iedereen aan kan raden van nou, als iets met een huisdier gebeurt. Ja? Om ook daarheen te gaan. Maar je hebt zelf de crematie uit mogen voeren, want ik zie je nu met je barbecue in de tuin staan. Maar zo is het niet gegaan, toch? Nee, het gaat heel anders. Het gaat allemaal heel discreet. Ze leggen alles netjes uit. Ja. Maar dan kom je eraan met je kat en je kan gewoon de crematie zelf uitvoeren. Maar wat is een crematie zelf uitvoeren? De crematie zelf uitvoeren. Ja, wat doe je dan feitelijk, praktisch? Nou, gewoon echt zelf de kat in de oven leggen en de gehele crematie uitvoeren. Met de computer die er aangesloten zit aan die oven dan. Oh. En dan in het urntje doen. En dan gewoon alles wat er omheen hangt eigenlijk. Ja. Dat je dat zelf mag doen. Nou ja, en dat wilde jij graag. Dat wilde ik graag voor die kennis dan. Ja. En dat is Karin Schuijer, is dat? Ja. En die is ook kattenlief, echt kattenliefhebber. Ja. Maar ja, nou kom ik eigenlijk weer terug eigenlijk op iets wat eigenlijk niet in dit programma hoort. Want ik belde eigenlijk over waarom een kat plastic heeft. Ja, laten we het daar dan nu bij houden. Maar hartelijk dank voor je verhaal. Dat is heel goed, maar in ieder geval aan Majesta Crematoria Nederland toch de hartelijke complimenten dat ze zo'n heel verfijnd met de mensen omgaan. Ja, volgens mij is de boodschap duidelijk. Dankjewel, Hans. Dat is goed. Dag. Zeg, als ik nog meer vragen heb, dan hoor je me weer. Ja, ik denk inderdaad dat we daar niet omheen kunnen. Dag. Dat is goed. Prettige uitzending. Hetzelfde. Houdoe. Joop. Ja. Hallo, goeienacht. Goeienacht. Waar belde je over? Ik heb enig antwoord, denk ik, op de vraag van de Schrödinger's kat en kleur in het donker. Oh jee, als we dat maar redden binnen 2 minuten 40. Oh jee. Ga je gang. Nou, heel kernachtig, het gaat erom dat de waarneming de toestand beïnvloedt. Dus ja. bij die kat onder de doos weet je niet of die dood of levend is. En je weet het pas als je er gaat kijken. Ja. En zo is het bij de kleur in het donker ook. Als je weet, in feite is de kleur verschijnt pas zodra je gaat kijken met licht erbij. Ja. Maar hoe zit het dan met die kat? Want hij had een heel verhaal over gifstoffen en dode katten. Maar volgens mij is het hele principe, zolang je de doos laat staan en de kat zit erin, bestaat de kat niet. Zoiets, nou, toch? Je weet niet, het gaat erom, er zit een kat onder de doos en een radioactief materiaal zit erin. En als het vervalt, dan gaat de kat dood. Ja. Dus zolang je niet kijkt, weet je niet of de kat nog levend is of dat hij dood is. Nee. Dat is de gedachte-experiment. Maar wat is dan het experiment? Want het is toch gewoon een feit? Ja. En je weet het pas, de werkelijke toestand weet je pas als je gaat kijken. Oké. Okay. En dat is een groot principe in de kwantummechanica. Maar waarom is dat zo belangrijk dan? Nou, voor de kwantummechanica wist je in de natuurkunde altijd exact, kon je alles exact berekenen. Waar iets was en hoe snel iets bewoog. Ja. En het principe van de kwantummechanica is nou juist dat je nooit alles exact precies kan weten hoe hard die gaat of waar die is. Ik blijf het ingewikkeld vinden. Ja, is het ook hoor. Is het ook. Maar je moet een soort kwantummechanica knobbel hebben om dat te kunnen begrijpen, toch? Ja. En dat volgens mij een man zijn. Ik denk dat het helpt. Ja, ik ben bang. Nou ja, nee, ik zal niet alle vrouwen over één kam scheren, alleen mezelf. Ik heb een paar jaar natuurkunde gestudeerd en er waren weinig vrouwen. Ja, zie je. Maar, heel even, is er kleur als er geen licht is? Nee, volgens de kwantummechanica principe is dat niet. Maar wat is dan... Kleur verschijnt pas als er licht bij komt, als je gaat kijken. Maar wat is dan hetgene dat groen gras groen maakt? Het is pas de interactie met het licht en de stof dat die kleur verschijnt. Ja, dat snap ik. Maar, want de graspriet die weerkaatst het groene licht, of eigenlijk dus het blauwe en het gele licht.
En niet het rode licht. Maar wat maakt dat hij daarvoor kiest? We redden het niet. 10 seconden. Ja, dat ligt puur aan wat voor stof het is en zo. En, Ik vind dat een mooie samenvatting. Dankjewel, Joop. Ja, graag gedaan. Dag. 0800-1121. Gerard. Astrid. Hallo. Dat was een leuk dansje. Hé, hey, zit je op de webcam te kijken? Ja. Dat is nog niet gebeurd. Dat het daadwerkelijk iemand in de gaten had dat ik bij de disco toch altijd even een dansje doe. Oh, altijd? Altijd. Nee. Altijd 4 over 4 is echt standaard op de tafel dansmomentje. Ik zal erop gaan letten. Maar ik vond het een leuk dansje. Nou, dat stel ik op prijs. Ik en het gaat over de gebarentaal die je bij de televisie ook soms ziet bezig. Kijk, mag ik even snel, voordat ik het vergeet, vragen of je lid bent van Omroep Max of niet? Nee. Oké, genoteerd. En die gebarentaal die zag ik ook gebruiken, dus op de Amerikaanse televisie. Laatst toen bij die watersnood in New York. Ja, fantastisch, hè? Dat was verschrikkelijk, vond ik. Nee, maar er was één mevrouw die deed dat zo goed. Ja, maar ik vroeg me toen af, en die vraag is dus blijven hangen bij me. Ja. Is die taal nou universeel? Dus met andere woorden, een hardhorende, een dove in Nederland. Ja. Volgt hij dat meteen op de Amerikaanse televisie? Oh, wat een goede vraag. En volgt hij dat dan ook op de Chinese televisie? Of is er een onderscheid in het gebruik van die gebarentaal? Oh ja. Tussen de verschillende landen. Oh ja, of dat internationaal. Ja, want als je een kopje thee doet bijvoorbeeld, dan beeld je echt een kopje uit. En dan de stoom die eraf komt, of de rook, of de wat is het? Wat komt eraf van thee? Nou ja, het theezakje dat je in het kopje dompelt, doe je dan. Dus dat, en dat is in het Engels natuurlijk hetzelfde, een theezakje in het kopje doen. Thee zetten. Ja, dat weet ik niet. Ja, die vraag kwam bij me op. Is dat nou een universele taal? Of is dat in bepaalde regio's? In bepaalde culturen? Gewoon, ik weet het helemaal niet. Ja, want soms dan doe je een woord... kun je ook in letters doen, gebarentaal? Ja, dat heb ik voor ooit eens geleerd, als kind. Maar als je het in letters doet... dan doe je het wel in het Nederlands natuurlijk. Als je aap doet, dan doe je 2 keer met je duim tegen je hand. En dan, ik heb het ooit een keer geleerd, maar ik weet ze niet allemaal meer. En een P. Maar ja, dan moet je in het Engels natuurlijk monkey doen met de letters. Goh, wat een goede vraag, Gerard. Ja, ik ben dat je zou zeggen, want die vraag heb ik toen ook al beantwoord. Maar dat is niet zo. Ach. Nou, is het dan? Ja, dat wordt wel lastig, want er luisteren heel weinig dove mensen naar dit programma. Oh. Maar er zijn natuurlijk altijd wel weer veel mensen die met dove mensen weer te maken hebben. Dus die gaan dan nu 0800-1121 toetsen. En dan ga ik weer mijn best doen. Dankjewel, Gerard, voor de vraag. Goed, een prettig programma verder. Ja, dat hopen we. Ik zal de volgende keer tijdens de disco erop letten. Dan dans ik volgende keer weer voor jou. Bedankt alvast. Oké, dag. Sikko. Goedenavond, met Sikko. Hi, Sikko. Een antwoord op de schrijfvogel. Ja. Nou, dat is een hele geëmancipeerde vogel. Want het mannetje broedt. Oh, net als de pinguïn. Ja, zoiets. Maar goed, hij steekt zijn kop niet in de zand. Hij legt de eieren weer netjes. Hè? Ja, hij legt de eieren weer netjes. Maar liggen de eieren in het zand? Die liggen in het zand, in de kuil. Ja. En daar zit hij bovenop. Oh. En dan lijkt je net of je kop in het zand steekt als je de eieren weer netjes legt. Maar er is helemaal een spreekwoord naar vernoemd. Je kop in het zand steken. Ja, dat is natuurlijk overdrachtelijk, hè? Oh. Dus hij steekt zijn kop niet in het zand en legt de eieren weer netjes. Ah, oké. Okay. Nou, dus het is eigenlijk al... dan kan hij gewoon ademhalen zo'n beetje tussen de eieren door, zeker? Ja, precies, ja. Nou, duidelijk. Dan heb ik nog een vraag. Ja. Een hele moeilijke vraag. Waarom komt bij Germaanse talen dyslexie meer voor dan bij Romaanse talen? Poeh. Je weet wat dyslexie is, hè? Ja, Sikko. Dat je keuken schrijft met u en je pas met EU. Bijvoorbeeld, ja. Goed. Waarom komt er bij Germaanse talen meer voor dan bij Romaanse talen? Nou, ik ben benieuwd of we daar een antwoord op kunnen krijgen vannacht. Maar hij staat genoteerd, Sikko. Ik doe mijn best.
probeer het maar. Ja, dat is altijd een mooi begin. Dankjewel. Alsjeblieft, dag. Dag. Sarah. Sarah. Legt hij zijn eieren in het zand aan? Dacht je dat hij geen handtasje had? Een struisvogel. Nee, een struisvogel. Over het algemeen legt een struisvogel zijn eieren in een handtasje. Maar als het handtasje net niet bij de hand is, dan steekt hij zijn kop in het zand. Maar ik heb twee oplossingen en één vraag. Ja, nou ga je gang. Die dove mensen. Ja. Ik spreek inderdaad Engels. Mijn schoonouders waren doof. Al zijn doof. En de gebaren zijn niet hetzelfde. Niet hetzelfde. En het alfabet is ook niet hetzelfde. Oh. Het heeft vele overeenkomsten, maar niet helemaal. Oké. Dus de dove mensen kunnen niet de Engelse gebarentolk verstaan. Ja, zoals wij iets aan de Chinees kunnen gebaren. Ja, maar Chinezen die gebaren ook van boven naar onder. Of van onder naar boven. Niet van links naar rechts. Ja, precies. Goed. Ja. En dan nog iets over die plastic etende kat. Wat zeg je? Die plastic etende kat. De plastic etende... Nee, maar er is iets met de telefoonlijn. Maar gewoon heel duidelijk articuleren, dan komt het goed. De plastic etende kat. Ja. Ja. Die is gewoon homoseksueel en suïcidaal. Oh. Die durft niet uit de kast te komen, probeert suïcide te plegen en het lukt steeds niet. Goed. En je had ook nog een vraag? Ja, waar komt de wind vandaan? Waar komt de wind vandaan? En waar begint het? En hoe zo? Het is er ineens, maar waar komt het vandaan? En wanneer kwam die vraag in je op? Nou, een paar weken geleden al. Oké. Maar toen kreeg ik je, kwam ik er nooit doorheen. Nee. Goed. Dat was hem. Ja, nou ja, dat, waar komt de wind vandaan? Maar ik ben bang, Sarah. Ja? Dat we dan een heel meteorologisch verhaal krijgen over hoge drukgebieden, lage drukgebieden en luchtstromingen. Ik hoop op iemand in een Jip en Janneke taal. Wat zei je? Ik hoop op iemand in een Jip en Janneke taal. Ja, dat is altijd fijn, hè? Mensen in Jip en Janneke taal, daar ben ik ook heel erg dol op. Maar ja. Dan moeten we nu dus een meteoroloog te pakken zien te krijgen. Die ook in staat is om een Jip en Janneke. Maar dat moet lukken. Dat moet natuurlijk lukken. Wel. Nou, ik ga weer mijn best doen. Oké. Okay. Dag Sarah. Dag Kamprui. Goed. Dus lijkt me een hele rij met vragen die er nog weer bij zijn gekomen. Terwijl ik toch al een flinke rij nog had van vragen die open stonden. Dus mocht je nu luisteren en denken van nou, dan kan ik wel even uitleggen waar de wind vandaan komt. Laat het dan even horen via 0800-1121. Jeroen? Hoi, Astrid. Hallo, Jeroen. Hoi, Astrid. Hi. Jip en Janneke taal, daar hou ik ook van. Ja. Ik hou het kort. Ja. Ik heb al veel gehoord over melk. Ja. En water. Ja. Ja, dat is natuurlijk prachtig om te horen. Ja. Melk voor baby's, water, daar volgens mij, ik weet het niet helemaal zeker, 98%... Bestaan we uit water? Ja. Oké. Okay, volgens mij is het net iets minder, maar dat is okay. Niet zo die duidelijk lekt. Ja. Oké. Okay. Wat ik wilde toevoegen ja. Over melk en water is gezond eten. Ja. En dan denk ik even aan Nederland, de frikandellen en de kroketten enzovoort. Ja. Ja, dat is eigenlijk wat ik wilde toevoegen. En dan kijk ik ook een beetje naar het buitenland. Die kunnen ook heel goed koken. Ja. Ja, en ik denk eigenlijk dat Nederland daar ook een voorbeeld aan moet nemen. Wij moeten gezond eten met z'n allen. En melk en water horen daar in ieder geval zeker bij. Ja, nou, dat is een goeie om even mee te geven, Jeroen. Dankjewel. Gezond eten is altijd een goed idee, ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. En ik ben nog geen lid van Omroep Max. Oh, goed dat je het zegt. Ja, ik ga het zeker worden. Oké, okay. Nou. Ter zijn de tijd. Maar dan zet ik je nog even onder de niet-leden. Want ik doe steekproefonderzoek en nu ben je nog niet lid. Dus het staat nu 5-4 voor de niet-leden in mijn steekproefgewijze onderzoek. Wetenschappelijk onderbouwd. Je mag me er in ieder geval gewoon bij rekenen. Laat ik het zo zeggen. Nee, dat doe ik niet. Nee, dat doe ik niet. Maar bij het volgende onderzoek is dus het ledenaantal dan gestegen.
Dat is ook goed, hè? Dat er een stijgende lijn in zit. Dat is ook mooi. Ja, zeker. Maar ik vind het heel sympathiek. Wie staat daar niet achter? Nou ja. Nee, maar ik mag dat niet zeggen. En ik ga dat ook heel hard ontkennen. Maar je hoeft niet lid te worden. Weet je, mensen hebben het moeilijk in deze tijden. En misschien kan je het geld wel beter besteden. En hoef je helemaal niet schuldig over te voelen. Maar ja, het mag. En het is fijn voor mensen zoals ik. Want hoe meer leden, hoe meer geld er komt om programma's te maken. Ja. Dus dat doen we graag. Ja, dat klopt. En daarbij wil ik zeggen, dat geldt natuurlijk ook voor scholen. Ja. Maar dat geldt ook voor mij als al wat ouder mens. Ja. Gezond eten is heel erg belangrijk. Gezond eten. Dankjewel, Jeroen. Oké. Doei. Theo. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, Theo. Theo van Zellem uit Amstelveen. Dag, Theo van Zellem. Ik heb antwoord op twee vragen. Mooi. De eerste is natuurlijk de DVD Moeder, ik wil bij de revue. Ja. Uiteraard ben ik vanaf het begin lid van Max. Oh ja, even noteren. Ja. Ja, vandaar dat in hun clubblad staat dat deze DVD vanaf november verkrijgbaar is voor leden voor €18,95. Oh, wat goed dus zeg. Dus niemand hoeft te wanhopen, word lid van Max en bestel de DVD van deze prachtige serie waarin mijn vriendin Gerry van der Klei meespeelt. Ach, wat leuk. Ja, nee, heerlijk is dat. Ik zal eens navragen, misschien mogen we in november wel wat exemplaartjes weggeven van die DVD. En ik ga naar haar kijken, zij speelt in de musical Annie binnenkort. Ja. En, vandaar dat Max ook een aanbieding had om speciale voorstellingen te bezoeken met korting. En dat is altijd hartstikke leuk voor een musical fan als ik. Kijk, en ik ben blij dat jij dan weer alle informatie over onze omroep kan geven die mij is ontschoten. Nou ja, die omroep past bij mij. Ja, nou dat vind ik fijn om te horen, daarom. Theo. Ja. Nou, en je hebt ook antwoord gegeven hierbij, want ik heb gezegd dat ik 10 mensen zou ondervragen. En dat we dan dus een beetje ruwweg zouden kunnen concluderen hoeveel van de bellers van dit programma lid zijn van Max. Het staat 5-5, dus we kunnen nu uitrekenen. Het is wat lastig, maar ik heb me echt even gebogen over de cijfertjes. 50% van de mensen aan het woord in dit programma is ook daadwerkelijk lid van de omroep die het uitzendt. Goed, maar dat zullen er meer worden, want Max heeft altijd van die verrukkelijke aanbiedingen met cd's en dvd's en kortingen op diverse activiteiten. Dus dat kan iedereen in deze schaarse tijden goed gebruiken. Theo, als ik nog eens iemand voor een promopraatje nodig heb, dan bel ik jou. Ik vind dat heerlijk. Goed, dan krijgen we de gebarentaal. Ja. Ik heb bijna 10 jaar gewerkt bij de grootste dovenorganisatie van Nederland. Ja. En ik weet er een beetje van natuurlijk. En ten eerste bestaat er geen algemene gebarentaal. In 1888 is gebarentaal verboden tijdens een congres in Milaan. Mm-hmm. Dat dove mensen moesten leren praten en niet de aapjestaal, zoals dat genoemd werd door de mensen van het congres in Milaan, mochten gebruiken. Dat zijn hele schrijnende toestanden geweest. Laat ik zeggen dat er ongeveer 6000 gebarentalen op de wereld bestaan. Alleen rond die gemeenschappen waar dove mensen zijn. Nederland heeft en had er bijvoorbeeld 5 rond de dovenscholen in Nederland. Er is wel degelijk een internationale gebarentaal, omdat de doven dat toch zelf ontwikkeld hebben wanneer zij met elkaar communiceerden. Oh. In 1989 was ik op een groot dovenfeest in Washington, omdat de beroemde Gallaudet University 100 jaar bestond. En er waren meer dan 6000 mensen die keurig allemaal met elkaar konden communiceren in gebaren. Het is natuurlijk een ruwe communicatie. De verfijning kan misschien niet helemaal plaatsvinden. Maar dat mag ik als horende beslist niet beoordelen. Maar dat men me kan verstaan en heel veel op reis gaat. Dove mensen zijn vanaf begin, wanneer zij reislustig worden, gewend om doven op te zoeken. En die kunnen heel goed met elkaar communiceren, ondanks alle fouten die gemaakt worden. En wanneer men de gebaren op televisie ziet, zoals in Nederland, Engeland, Duitsland en waar dan ook, zijn doven wel in staat om dat toch wel te volgen. Zo. Ja. Hartstikke goed, Theo. Ook daar heb ik veel promotie voor moeten maken in de jaren dat ik daar werkte. Nou, en dat doe je goed. Dus, het is een onbegrepen wereld voor horende mensen namelijk. Waarom?
Dat vind ik zo erg. Omdat dove mensen, zoals ik al zei, het werd verboden om zichtbaar als dove door het leven te gaan vanaf het schoolcongres in Milaan in 1888. Ja. Maar dat is nu niet meer zo, dus dat scheelt nou, een hoop. Nou, dat heeft nog heel lang bestaan, want zelfs toen ik nog werkte bij deze organisatie voor doven, was het spreken voor dove mensen, we kwamen op de eerste plaats, en gebarentaal werd oogluiken toegestaan. Ja, waar heel veel schrijnende dingen, kinderen moesten op hun handen zitten, handen werden vastgebonden in bed. Er stonden lijfstraffen op. Daar zijn toch wel schrijnende publicaties over verschenen. En men kan zich daar altijd natuurlijk over informeren. Vandaar dat er geen eenheid is in gebarentaal. Maar desalniettemin, het is toch wel een mooie taal, omdat alles in de ruimte plaatsvindt. Men maakt met zijn handen en zijn vingers en met zijn mond, oog, gezicht, maakt men toch hele goede communicatie mogelijk. Dankjewel, Theo. Ja, ja, dat is het. Fijn. Goeienacht nog. Bedankt. Dag. Goedemorgen. Oh, dag. Oh, dat zou leuk zijn. Ja, ik krijg op de chat, zegt Kroonkirk nu, Astrid, waarom geen doventalk op Radio 1 via de webcam? Dat lijkt me leuk, dat iemand hier een keer een hele uitzending komt doventolken. Ja, maar dan moet je me natuurlijk zien hebben in midden in de nacht. Maar als iemand dat ik... Mocht je je echt geroepen voelen, je bent van harte welkom. 0800-1121 of nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Koen. Goedemorgen. Hallo. Astrid. Hallo. Dag. Ik ben de 11e van de 10 die lid is. Ja, nee, dat, nou, maar dan door 11 delen vind ik het ingewikkeld, hè? Ja, ja. Maar ik vind het fijn om te horen. Is dat ja. Wat over promotiepraatje gesproken, die voorzitter van Max. Ja, die voorzitter. Voor, ja. Ja, die heeft voor de radio van de laatste uur voor 12 uur, hoe heet dat ook weer? Met het oog op morgen. Met het oog op morgen. Daar heeft hij eens een keer voor gezegd, dat is nog niet lang geleden, dat als hij een keer zo voor de televisie is geweest en en zo'n promotiepraatje houdt, ja, dat dat duizenden leden opbrengt. Ja, maar dat is Jan, hè? Ja, maar dat vind ik wel super. Ja, dat is ook zo, ja. En het schijnt best wat geld te kosten, maar dat levert ook verschrikkelijk veel op. Ja, nee, ja, daar zit wat in. Nou, bij de radio is het iets minder. Maar Jan is daar ook wel heel begeesterd in, hè? Want ik ben geen verkoper. Ik hou daar niet zo van. Dus nee, maar jij hoeft dat ook niet. Nee, maar ik maak dit programma wel heel graag. Dus het is... kijk, bij de vorige keer dat de zenders werden herverdeeld, toen werkte ik nog bij de AVRO. En toen moest de zendtijd ingeleverd worden. Ja. En toen heeft Max gelukkig de vorm van het programma geadopteerd. Ja. Nou ja, als er dan nu weer een verschuiving plaatsvindt, dan je weet het maar nooit. Maar ik wil ook niet dreigen, want het gaat zoals het gaat. En we zien het allemaal wel weer. We horen het vanzelf. Dan heb ik nog één antwoord op een vraag met betrekking tot die vissen. Een vis heeft aan de lengte zijkanten, heeft die grote sensoren zitten. Echt waar? Vissensoren. Vissensoren, heet dat zo? Nee. Oh, jammer. Nee, dat heet niet zo. Zijsensoren. Dat zijn draadjes. Ja. En die heeft bijna dezelfde functie als een parkeerwaarschuwingssysteempje op een auto. Dus als je dichter bij een object komt, dan doet hij piep, 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 piep. Precies. Nou, dat zal niet in piepen zijn, maar dat wordt anders gedaan. Maar dat is ook de reden waarom ze in een school, in een grote school van 100.000 vissen bij elkaar, als er één een draai maakt, dan gaat de rest, die doet dat bijna precies hetzelfde moment. Dat komt omdat die sensoren die opzij zitten, die zorgen ervoor dat ze niet overal tegenaan zwemmen. Ja. Dus ze raken elkaar niet. Knap daardoor hoor. Daardoor komt dat. Daardoor komt dat. Ik en vind bovendien, knap. Je kunt dat ook afleiden. Ze kunnen niet naar achteren kijken, vissen. En ze kunnen niet opzij kijken. Ja. En dat is hun gevoelswaarneming aan de zijkant. Hoezo kunnen ze niet opzij kijken? Ze hebben toch die oogjes opzij zitten?
Ja, dan doen ze er één dicht en alles wat ze zien. Zien ze niet van schuin achterwaarts, zien ze daar geen prooidier bijvoorbeeld eraan komen. Maar dat voelen ze wel door de druk die verandert. Daardoor voelen ze dat. Ja. En dan, daardoor zwemmen ze ook niet tegen elkaar. En dan heb ik denk ik nog een gedachtegang over dat gebruik van die kleurstoffen in kleding. Of in kleding. Fijn, ik weet dat Ceausescu, dat was een leidertje ergens in de Oostblokland, in Roemenië. Nooit meer wat van gehoord, ja. Nee. Ja. Maar die was zo achterdochtig dat hij had mensen bij zich, beveiligers, die moesten zijn pakken en zijn kleding eerst dragen. En die liet hij dan de hele tijd door ze dragen om te kijken of daar geen giftige stoffen in zaten. Ja. Er zijn Chinese zendingen van Chinese kleding zijn hier naartoe naar Europa toe getransporteerd. Die waren voorbewerkt met formaldehyde. En dat is een verboden stof in Nederland. Want dat is een soort giftige stof die allerlei kleine beestjes doodmaakt. En dat is een soort bewaarstof, maar dat is een giftige stof. En dat mag niet. Wat ik nu veronderstel is dat die kleurstoffen al zo uitgebalanceerd zijn dat daar ik denk zelfs nooit klachten over komen. Nee, dat zou zomaar dat kunnen. Dat denk ik. Dus dan hoeven ze dat ook niet in de kleding te doen. En ik weet bijna zeker dat dat regelmatig wordt onderzocht. Dat kan bijna niet anders. Nee, maar je wordt er echt heel beroerd van als je al je spijkerbroeken terug moet halen omdat mensen er bultjes van krijgen. Nee. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet. Ik denk dat daar steekproefsgewijs heel goed onderzoek naar gedaan wordt. Want dat kan gewoon niet. Nou, dankjewel. Ja. En tot de volgende keer. Ja, een fijne uitzending verder. Hetzelfde. Dag. Dag. René. Ja, dag Astrid. Hallo. Goedenacht. Hallo. Ik heb vlak voor 4 uur een deel van een antwoord op de vraag gehoord of er kleuren zichtbaar zijn als het donker is. Mm-hmm. Maar ik weet ook niet of dat aan die vraag gekoppeld was of dat waarom wij in het donker geen kleuren zien. Ja, dit was er aan gekoppeld, ja. Dat of dat de antwoord was, of dat daadwerkelijk beantwoord is. Ja, ik geloof het wel, maar we kunnen altijd nog. Dat is een heel eenvoudig kort antwoord op. Ja. In ons netvlies hebben we twee orgaantjes waarmee we de kleuren zien, staafjes en kegeltjes. De staafjes die zitten in het centrale gedeelte van het netvlies en de kegeltjes zitten daaromheen. Met de staafjes zien we de kleuren. En staafjes zijn minder gevoelig voor licht dan de kegeltjes. Dus als het donker wordt, dan worden gewoon de staafjes wat hun waarneming betreft uitgeschakeld. Terwijl de kegeltjes die veel gevoeliger zijn voor licht, nog wel hun signalen door kunnen geven aan de hersenen. Kijk. Zo eenvoudig. Ja, ik vind het heel knap. Sprakeloos ben ik. Nou, doet me plezier om dat antwoord te geven. Ja, er staat me ook vaag iets, heel vaag iets bij hoor, van dat ik dat ooit op school gehad heb. Ik denk met biologie, met staafjes en dingetjes, maar dat was volledig weggezakt. Ja. Ja. En of dat de kleuren in het donker verdwijnen, dat lijkt me niet, want de kleuren hebben natuurlijk, om kleuren te zien heb je natuurlijk licht nodig. Ja. Maar de organismen, de planten, de dingen, die hebben eigenschappen waardoor ze bepaalde delen van het licht wel aan andere delen niet terugzenden. En die eigenschappen die zullen niet veranderen als het donker wordt. Nee. Dus ik ga er gewoon vanuit dat de eigenschappen blijven in het donker. En maar het zien verandert. Omdat er geen licht opvalt. Ja. Zien. Je zou kunnen zeggen dat als er geen mensen zijn, zijn er ook geen kleuren. Hmm. De theorie van als een boom omvalt. Ja, ja. Ja, precies. Nou, ja. Dankjewel René. Nou, dan heb ik nog een andere vraag. Of zelf een vraag waar ik al een hele tijd mee loop. Ja. Lang geleden heeft er eens een keer iemand gevraagd hoeveel sterren dat er zijn. Ja.
En die vraag had ik toen, want die ving nog net op het nippertje op de antwoord. En die man, als ik me goed herinner, vond het raar dat niet bekend was hoeveel dat er zijn. Nee. Maar dat is natuurlijk ook, dat kan ook niet bekend zijn, maar er is wel een globaal antwoord op. Ja. En dat is dat er miljarden sterrenstelsels zijn. Ja. En in ieder sterrenstelsel zijn miljarden sterren. Ja. Nou, dat kun je bij wijze van spreken niet tellen. En daarom is het hoeveelheid niet bekend, maar wel dat het om miljarden na miljarden, dat zijn dus biljoenen sterren gaat. Ja. Oh, je wilde eigenlijk gewoon nog even een antwoord geven op een vraag van je eerder. Ja. Oké. Ja, maar naar aanleiding daarvan had ik zelf een vraag. Of daar liep ik al een tijdje mee en die komt nu weer naar boven. Ja. Er wordt altijd gezegd dat bekend is hoe ver sterren weg staan van de aarde. En dat antwoord dat vind ik niet bevredigend, omdat ik zelf niet weet waar in het heelal de plaats van de aarde is. Als je het heelal voorstelt als een ballon, dan heeft die ballon een middelpunt. Als wij in het middelpunt staan, zoals vroeger gedacht werd dat de aarde de zon om de aarde draait, terwijl de aarde om de zon draait. Ja. Is het natuurlijk van belang om te weten waar dat de aarde in het heelal staat. In het centrum of ergens, nou ja, op een andere plaats in ieder geval. Laten we zeggen dat hij heel erg aan één kant in de rand staat. Dan maakt het natuurlijk uit, of van welk punt uit, dat je de tijd meet die het licht erover doet om de aarde te bereiken. Ja. En als wij in het midden zitten, dan is het in alle richtingen gelijk. Ja. Maar we zitten niet in het midden, we zitten ergens anders. Ja. En als je dan, laten we zeggen, in één richting kijkt, ja, dan vanaf, als je vooruit kijkt, dan kan het veel langer duren voordat het licht naar je toe komt dan wanneer het licht van achteren naar je toe komt. Ja. Omdat die afstand tussen de aarde en de rand van het heelal, dat die veel kleiner is. Mm. Dus daarmee wordt voor mij onduidelijk hoe oud het heelal is in een bepaalde richting. Maar als je nu zegt van ik wil dat iemand even belt om mij een antwoord te geven, op welke vraag moet ik dan een antwoord geven? Wat is de plaats van de aarde in de ruimte? Maar het is toch gewoon zo dat we, nou, even voor het gemak, 10 kilometer naar links kunnen we het zien, 10 kilometer naar rechts kunnen we het zien. Het is toch niet zo dat we de ene kant maar 10 kilometer kunnen zien en de andere kant 20 kilometer? Ja, dat is het juist wel. Oké. Okay. Want dat bepaalt namelijk de plaats van de aarde in het heelal. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik zeg 0800-1121. Oké, okay, dankjewel. Oh, jij bedankt, René. Ja, succes met het tellen van de sterren, hè? Ja, dankjewel. Tom. Hoi, dag Astrid. Hallo, goeiemorgen ga ik zeggen. Het is tenslotte alweer 4:15. Leuk, vind het best. Ja. je hebt je bent een nieuwe website aan het krijgen. Ben ik een nieuwe website aan het krijgen? Ja. Oh, je was, dankjewel. Wacht even hoor, dan moet ik het er. Ik start mijn computer. Eerst was het nachtzuster.net. Ja. En nu wordt het www. Nee, dat is Radio 1. Omroepmax.nl/nachtzuster. Ja. Ja. Alleen die oude website was heerlijk om naar te kijken. Ja. Rustig. Ja. En nu is het zo wit. Zo druk. Het brandt aan mijn ogen. Ja. Hey, dat vind ik 's nachts niet lekker hoor. Overdag kan ik me niet schelen, maar 's nachts vind ik het niet leuk. Ik ga er wat aan doen. Nou, zou ik leuk vinden. Ja, dat doe ik. Ik vind dat je een ontzettend leuk programma hebt. Ik ook. Ja. Ik probeer op te. Oh ja, daar zit je weer. Waar zit je? Ja, oh, dat is ook zo gek. Je bent met een halve minuut vertraging in beeld. Ja, dat is raar. Dan zit ik te praten terwijl ik op tv nog niet zit te praten of andersom. Ja, dat is onhandig. Ja. Dat is grappig. Ja. Maar waar wilde je naartoe? Ja. Op de, ja.
En ik wens je verder heel veel succes. Okay. Mijn verzoek, mijn vraag is dus... kan alsjeblieft in de nieuwe website de achtergrond donker zijn? Ja, dat ga ik regelen. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga daar de afdeling webredactie ga ik daar opzetten. Dan ga ik Jochem en Beer, die hebben er verstand van... die gaan dat even communiceren naar de mensen die het verstand van gaan krijgen. Oké, dankjewel. Okay. En nog een fijne uitzending. Geniet van je programma elke vrijdag, donderdag op. Dankjewel, hè. Dag, lieve. Dag. 0800-1121. Henk. Ja, inderdaad, Astrid. Dag, Henk. Ja, daar spreek je mee. Ja. Ik heb geen vraag en ook geen antwoord op een vraag, maar toch wel een opmerking over een onderwerp dat nu, deze uitzending al een paar keer aan de orde is gekomen. Moeder, ik wil bij de revue. Ja, ja, ja. En ik heb eens, nu in jouw programma was er een man en die vertelde, het is zo precies gedaan dat al die voorwerpen zo kloppen met die tijd. Ja. En ik heb ook eens een interview gelezen onlangs. En daar kwam aan het woord degene die zorgde voor alle voorwerpen die als decor gebruikt werden. Ja. En die zei, het is opvallend hoeveel radiotafels er in die tijd waren. En in de huiskamer van dat echtpaar die die elektriciteitszaak heeft, daar staat inderdaad een radio. En die staat dan zogenaamd op een radiotafel. Ja. Maar nou hebben ze uit al die radiotafels die er in die tijd waren, hebben ze net een theetafel uitgekozen om de radio op te zetten. Oh. Dus dat klopt natuurlijk helemaal niet. Nee. En dat weet ik zo goed, want in die tijd had je in het tijdschrift Goed Wonen en er stonden ook reclames in. En er stond ook vaak een advertentie van deze theewagen of theetafel in. En op de Korte Lijnbaan in Rotterdam, daar was een winkel, de Bijjaard heette die geloof ik. Ja. En als je daar langs liep, dan zag je door de etalageruiten, zag je jarenlang steeds die theetafel staan. Vandaar dat ik dat zo goed weet. En toen dacht ik, hé, nou staat de radio staat op een theetafel. En in principe moet er natuurlijk thee op de theetafel. Ja, er zat ook nog een los blad op. Hè? En dat kon je er dan afnemen. En daar zat dan die radio op. Maar degene die dat heeft gedaan, die zag wel dat het een mooi exemplaar was. Of een mooie vormgeving. Maar hij had het haast wel kunnen verzinnen dat het fout moest zijn. Ja. Want die theetafel, die heeft lijnen die... de oppervlakte van de poten, het vlak, is kleiner dan het bovenblad. Dus er zit een schuine lijn in. En als je daar een rechte radio op zet, dat is natuurlijk een afschuwelijke combinatie. Dus je had haast wel kunnen verzinnen dat het niet ontworpen is als radiotafel, begrijp je? Maar degene die dat heeft gedaan, die dacht van ach joh, dat gaat toch niemand merken. Maar die had even buiten de Henk gerekend. Inderdaad, dat maar er zijn toch meer van die Henk hoor, die dat in de gaten hebben, vergis je niet. Nee, nou, ik geef het even door intern, misschien kunnen ze het nog veranderen. Nou, dat de volgende keer gewoon keurig een radiotafel staat. Het is gewoon leuk, het is natuurlijk onbelangrijk, maar... Oh, maar dan houden we het zo, hè, want het kost natuurlijk toch weer budget en in deze tijden van bezuinigingen laten we dan gewoon de theetafel staan. Ja, en ook die persoon die aan het woord was over moeder, ik wil bij de revue, die zei, er zijn nu 4 uitzendingen geweest. Maar volgens mij zijn er 5 of 6 uitzendingen al geweest, hoor. Oh, daar had hij zelf niet op zitten letten, maar hij had het zelf natuurlijk al gezien. Ja. Of hij wachtte ook op de DVD. Ja, maar ik vind het erg leuk, die uitzending, omdat er zo leuk in getapdanst wordt. Hè. Dat was in die tijd erg in trek, zoals je misschien weet. Ja. En dat wordt daar perfect gedaan. Vooral misschien dat dat ook wel weer opduikt dan. Dat is altijd als mensen gaan duiken, als bekende Nederlanders gaan duiken, gaat iedereen duiken. Als mensen gaan schaatsen, gaat iedereen schaatsen. Als iedereen dansen, gaat iedereen dansen. Misschien dat nu tapdansen weer hip wordt. Dat zou leuk zijn. Ja, er is altijd wel een groep die dat blijft doen. Maar het is zo ontzettend moeilijk. Dus het zal nooit erg populair onder de mensen worden hoor. Maar het is natuurlijk leuk om te kijken. Goed. Ja? Dankjewel Henk. Tot je dienst, hoor. Doeg. Dag. Timo. Ja, dag Astrid met Timo. Hallo, Timo. Hoi. Dat van die website ben ik het trouwens al mee eens. Oh. Want ik hoorde ook laatst eens een keer bij Edith Channel dat als je in licht zit te kijken, dat het ook je slaapvermogen aantast. Ja, je zit er klaar wakker in je bed. Maar ja, dat is natuurlijk wel slim van de mensen bij Max. Die denken, als je wakker bent, blijf je luisteren. Ja, maar ja, het is natuurlijk niet gezond. Misschien kan je dan beter de podcast downloaden. Oh ja, dat is ook nog een tipje. Het kan allemaal via omroepmax.nl/nachtzuster. Waar ik belde voor
die meneer die zijn hoofd er niet omheen kon krijgen, dat dingen in het donker geen kleur hebben. Ja. En dat kon hij zich niet voorstellen, want ja, als er zoiets als het licht uit is, dan bestaan die dingen toch nog en die hebben toch nog steeds dezelfde kleur. Ja. Dat is natuurlijk wel logisch, maar kleur is geen eigenschap van dingen, kleur is een eigenschap van licht. Ja. En je hebt licht, zeg maar, in verschillende golflengtes. Dus als je bijvoorbeeld naar de regenboog kijkt, die heeft allemaal verschillende kleuren. Dat komt omdat licht van verschillende golflengtes verschillend breekt, zeg maar. Dus op verschillende plaatsen terechtkomt. Dus het licht van de zon wordt dan eigenlijk opgebroken in al zijn zichtbare componenten. Ja. En dingen hebben wel de eigenschap om de kleuren te absorberen of kleuren te reflecteren. Ja. Dus sommige golflengtes worden dan geabsorbeerd door een ding en sommige golflengtes worden gereflecteerd door een ding. Mm-hmm. En dat is dan de eigenschap van dat ding. En die hebben ze ook nog steeds in het donker. Ja. Dus het licht dat je ziet, zeg maar, is dan alleen van die golflengte die gereflecteerd wordt. En de golflengte die geabsorbeerd wordt, is er dan niet. Maar als bijvoorbeeld de zon dadelijk rood wordt, over een jaar of 4 miljard of 5 miljard. Ja, give or take, ja. Ja, dan hebben alleen rode dingen nog een kleur. Dus dan heb je alleen nog maar lichtrood en donkerrood. En alles wat alle andere kleuren bestaan niet meer, die worden dan zwart. Dus dan, als je tegen die tijd leeft, zeg maar, dan ken je de kleur blauw helemaal niet meer. Even los van kunstlicht natuurlijk. Ja. Maar dan ken je de kleur blauw helemaal niet meer, omdat die dan niet meer bestaat. Dus dan zeg je ook niet meer, dat is een blauwe sprei. Nee, dat is een zwarte sprei. Want de kleur blauw bestaat helemaal niet meer. Dus in die zin hebben ze ook geen kleur. Ze hebben alleen kleurabsorberende en kleurreflecterende eigenschappen. Oh, dat we dat vast weten. Ja. En als je, zeg maar, nog een leuke ding om je hoofd over te breken. Oh, fijn. Als je een staatslot koopt, ja, dan weet je van tevoren ook niet of het een winnend of verliezend staatslot is, zeg maar. Nee. Het krijgt pas een winst of verlies op het moment dat de nummers getrokken worden. Ja. Dus in die zin, zeg maar, dat staatslot krijgt pas, zeg maar, die eigenschap op het moment dat de trekking plaatsvindt. Ja. Dus van tevoren weet je het niet, want als je het van tevoren zou weten, zou je geen verliezende staatsloten kopen. Nee. Zou alleen winnende staatsloten kopen. Ja. Nou, maar dus die eigenschap, zeg maar, van het winnen of verliezen. Oh. Hoor je me nog? Ja, de eigenschap van het winnen of verliezen. Zit in de trekking, niet in het lot. Nee. Dus zo zit de eigenschap van het kleur ook in de lichtbron en niet in het object wat het reflecteert. Ah, oké. Okay. En over die plastic handvaten nog? Ja, die opgegeten werden door de kat. Ja. Misschien is het zo dat meneer wel eens naar de visboer gaat of zo. Of zeg maar gewoon zweet. En katten die likken altijd aan je hand op voor het zweet, dacht ik. Omdat er zout in zit. Ja. Dus het zou best kunnen dat er iets van zijn handen op die handvaten terechtkomt. En dat die kat dan denkt, oh, dat ruikt lekker. Of dat smaakt lekker. Dat ga ik maar eens opeten. Oh, en dat hij met katten zweethanden aan de tassen heeft gezeten. Ja, of vishanden. Ja. En dat de ene kat is gewoon een beetje dommer, geloof ik, dan de andere kat. En de ene zal wel denken van, nou, dat ruikt wel lekker, maar dat is niet de eigenschap van het handvat zelf. Maar dat is aangekomen en de andere kat is misschien wel dom en die denkt, oh, het ruikt lekker, dat eet ik maar op. En dat is natuurlijk geen kwestie van dom. Het is gewoon een ander soort kat. Nou, hij moet het wel leren natuurlijk. En de ene kat leert misschien wat moeilijker dan de ander. Dat is waar. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Timo. En nog gefeliciteerd. Ik hoorde dat hoorde ik op de valreep. Ik heb maar één keer gehoord in de nieuws. Radio 1, hè? Ja. Dus daar heb je ook een bijdrage aan geleverd. Nou, dus ik feliciteer jou ook dan maar. Nou, dat mag ook zeker. Radio 1 heeft een Marconi Award voor beste zender gewonnen. Een belangrijke radioprijs. Is het al weer een jaar geleden dan? Ja. Oké, nou, hartelijk gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En ook alle collega's. Ja, ik geef het door. Ik stuur even een memo. Ook de mensen van de VARA, want die kan ik niet bellen. Nee, maar die niet natuurlijk. Ja, die ook, maar nee. Die kan ik niet bellen natuurlijk. Ja, maar daar beginnen we niet aan. Ik ga natuurlijk niet bij Vroege Vogels langs. Nee, bij de nacht. Koenders, de nacht. Oh, Roel. Ik zal Roel wel eventjes, die spreek ik wel even aan. Ja. Oké. Dankjewel, Timo. Dag, Frits. Dag. Frits. Nog een kleine toevoeging op die kleuren, even aanhaken op het vorige. Ja. Je kan het eigenlijk vergelijken met een boek.
Als je het dicht slaat, dan zitten die letters er nog altijd in. Ja. Je ziet ze alleen niet. Weg zijn ze niet. Ja, maar toch, het is toch anders. Oh ja? Ik weet niet waarom. Nou, je ziet die letters, ja, doordat dat drukwerk daar is. Ja. Sla mijn boek dicht, ik weet dat het drukwerk daar nog is. Trek het weer open en het is er weer. Ja. Alleen op het moment dat ik het boek open trek, dan zie ik het. Dan zie ik de plaatjes, dan zie ik alles. Ja. Maar ja, dan, als we het hebben over kleuren, dan heb je het bij drukwerk natuurlijk gewoon over zwart of wit. Ja, maakt niet uit. Dus dan dat is hetzelfde principe. Ja. Een plaatje, stel je hebt een plaatje van een regenboog in je boek. Hm. Dan zie je de kleuren dus ook niet als het boek dicht is. Nee, maar wat die vorige meneer ook zei, kwestie van, die had het heel wetenschappelijk, maar kwestie van licht wat erop valt. Ja. Wat je ziet, is eigenlijk het licht. Ja. Het ding. Ja. He, het drukwerk, of die gekleurde bal voor je neus, of weet ik veel, een wondje aan je hand. Je ziet het door het licht. He? Ja. Ik vind het wel ingewikkeld worden, hoor. Maar ik bedoel, als het licht uitgaat, ja, dan is dat wondje er nog altijd, dat voel je. Ja. En dan is die bal er nog altijd, want als die op je tenen valt, dan voel je hem. Ja, maar de letters zijn er dus ook nog. En die letters, zeggen ze, die zijn er natuurlijk ook. Ja. Als je het boek dicht slaat, dan valt er geen licht op. Nee. Maar de letters zijn er nog. Ze zijn er wel. En dat is met de kleur ook zo. Ja, daarom. Is toch anders. Ik denk er nog even over na, maar ik dank je hartelijk voor deze verhelderende bijdrage. Ik vind het wel een mooie partij beroepsmatig moeilijk doen. Ja, nou ja, anders wordt het zo stil op de radio. Dank je wel, Frits. Oké, doeg. Dag. Ik geef meteen ook eventjes de crypto voor de mensen die daar alweer op zitten te wachten. Want het is nu wel een mooie tijd om even te gaan puzzelen op de crypto. De opgave van vannacht luidt als volgt. Zaterdag weten we of Sinterklaas te veel heeft gesnoept. Zaterdag weten we of Sinterklaas te veel heeft gesnoept. De oplossing moet bestaan uit 10 letters en die kun je doorgeven. 0800-1121. Arie. Ja. Hallo. Hallo. Nou, zeg het maar. Ja, nou, dat was even wachten zeg. Mooie muziek. Ik vond trouwens heel erg mooi dat nummer wat je had opgezet van Starmaker. Leuk, hè? Ja, het schoot me opeens te binnen. Ik werd er zelf helemaal blij van. Ja, ik ook. Nou, het bureau ook wakker gemaakt, denk ik. Ik had zelf een vraag, maar allereerst ving ik iets op over wind. Ja. En ik denk dat ik daar al iets van weet. Nou. Of een antwoord op weet. Ja. Wij leven natuurlijk niet in het luchtledige. Oh. Dus, dat weet je ook al, hè? Ja. En je hebt verschillende gebieden waar verschillende luchtdruk is. Mm-hmm. En de wind die gaat van een gebied van lage naar hoge druk en vice versa. Dat is eigenlijk de wind. Dat is eigenlijk het hele eiereten. Eiereten, denk ik te weten hoor. Okay. Zoals water van hoog naar laag stroomt. Mm-hmm. Zo waait de wind van hoog naar lage druk en andersom. Ja. En ik had ja, niet andersom. Een vraag. Ja. Ja, daar kan er kort over zijn. Dat is, ik kwam vroeger altijd op de paardenkoers. Oh. En dan hoorde je altijd een liedje. En misschien hebben andere mensen er ook ervaring mee, die er ook vaak gekomen zijn. En ik weet niet van welke componist dat is. Oh. Ik kan het wel een stukje zingen, hè? Moet ik het doen? Ik kan nu al niet wachten. Gaat, nou, mensen die het kennen, die moeten het nu al weten. Ja, nog één keer. Welke... Nee. Naartoe? Nee, dat durf ik niet. Dat durf ik niet. Om te bellen. Je hebt het net gedaan. Ja. Maar het is eigenlijk steeds hetzelfde. Is het steeds... Ja, dat doe je elke keer aan het begin van de koers. En dan zeggen ze paarden opmaken voor het defilé. En dan moeten ze klaarmaken voor de koers. En dan... het is heel bekend voor mensen die op Duindicht zijn gekomen. Of andere... plaatsen waar koersen werden gehouden, Wolvenga, Hilversum. Ja. En ik zou graag willen weten van welke componist dat is. En wat deed je daar dan? Met mijn vader mee naar de paardenkoers. De races kijken. En wedden? Ja, wedden. En winnen ook? Ja, soms wel. Dan kocht ik
een lot plaats of winnend. En dan als een paard dan won, dan, en je had voor 1 gulden, dan kreeg je 1 gulden 10. Dan was ik helemaal blij. Ja. En mijn vader had zelf dravers, dus dat had ook zelf een paard waar we voor konden juichen als hij won. Ja. Maar en dat liedje was eigenlijk altijd voor het begin al? Ja, voor elke koers. De hele dag. Iedereen die op de paardenkoers ooit is geweest, die kent dat. Okay. Niet welke componist het is misschien, maar die kent wel de melodie. En wil je nou weten wie de componist is? Of ja, wil je... de componist is, ja. Oké, okay. Ja. En je wil natuurlijk ook de naam van het liedje? Ja. Want ik had wel eens gehoord de Radetzky Mars, maar dat is het volgens mij niet. Okay. Wacht even, wat is het niet? De Waletzky Mars? De Radetzky Mars. Oh, die. Nee. Die komt mij denk ik zelfs verkeerd bekend voor als ik die hoort. Nee, die is het niet, geloof ik. Oh. Nee. Maar doe hem nog eens 1 keer dan. Oké, komt hier. Dat is het. Klinkt wel gezellig. Zo, je daagt me wel uit, hè? Ja, nou ja, je doet het keurig. Je stelt me niet teleur. Oh. Ik ga op zoek. We gaan de telefoon aannemen. Er zijn vast honderden mensen die graag willen vertellen wat het is. Dus 0800-1121. Oké, en thank you for the music, hè? Ja, nee, thank you for the music. Ja. Okay. Dag, Arie. Bye. Hoi. Richard. Hi, goedemorgen. Hallo. Hi, gefeliciteerd. Ja, hè? Een Marconi Award voor de hele zender. Ja, nee, maar jullie hebben ook leuke programma's. Echte Jan van .nl, Dit is de Dag. Ik luister steeds meer naar jullie, gaat goed. Ik hoor het, je kent de hele programmering uit je hoofd. Nou ja, zo erg. Nou, ik was inderdaad een bekend deuntje wat die meneer net zei. Alleen ik zat vaak natuurlijk aan YouTube te denken. Alleen dan moet je wel een titel hebben. Dat schiet ook niet op. Nee, en je hebt tegenwoordig van die programma van die apps dat je je telefoon er even bij kunt houden. Maar ja, dat lukt dan ook niet als iemand het in persoon eventjes ten gehore brengt. Heb je daar verstand van? Telefoon en apps, dat zegt mij helemaal niks. Oh, nee, maar je kunt als je een liedje op de radio hoort en je denkt, oh ja, wat is dat ook weer? Dan kun je gewoon je telefoon erbij houden. En dan zegt je telefoon, joh, dat is dat en dat. En daarmee wordt de DJ in de toekomst volledig overbodig. Ik hoor het ook. Leg een beetje wachten op de ding. Ja, dat haal je vanzelf in, joh. Zeg, wat... Ik zal even tot de point komen. Ja. Ik heb een hele tijd geleden heb ik een vraag gesteld over de spin en een hond. Maar ik denk dat dat gewoon met mijn persoon te maken heeft. Dat ik gewoon een spin monsterachtig vind. En dat ik er daarom bang voor ben. Dus dat is opgelost, zeg maar. Ja. Kijk, ik gaf ervan gelijk dat er al 12 tot 45 kilo is van een spinnetje, misschien 300 gram. En dat ik daar gewoon panisch voor ben, maar ja, whatever. Ik weet het nog, ja. Ja. Ik leef met je mee in deze tijden van spinnen. Wat zeg je, sorry? Nou ja, het is natuurlijk herfst, dus dan duiken overal weer extra spinnen op. Ja, ik zag en dat vinden wij niet leuk. Ik hou er helemaal niet van. Nee. Absoluut niet. Maar goed, ja. Ik zal even de point komen. Ja. Ik vraag me dus wel eens af of de politiek, de ministers daar al, of ze nog logisch kunnen nadenken. Want ze hebben daar tegenwoordig over de commissies voor om bepaalde dingen uit te rekenen. Maar dat is niet mijn echte vraag. Mijn echte vraag is, en dat zei ik tegen de meneer van Techniek ook. Oh. Wat betekent het als een minister zegt, we gaan onze verantwoordelijkheid nemen? Ik wil dat wel eens weten. We hebben een beslissing genomen en ja, we hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Wat wil dat zeggen? Ja, ik heb al zoveel vragen over politiek, want het gaat me echt... Ik heb er nog met mijn vader ook over gehad, het gaat helemaal nergens meer over tegenwoordig. Ja, nou ja, ik wil mijn best voor je doen hoor, maar dat klinkt toch weer meer als een... als inderdaad even je ontevredenheid willen uiten, wat mag. Maar niet als een echte oprechte vraag. Want een antwoord gaat hier niet echt op komen, ben ik bang. Nee, dat hoeft ook niet, maar... Ja, misschien ook wel. Wat betekent dat als iemand zegt van ik neem een verantwoordelijkheid, alleen dat dan? Ja, ik doe mijn best. Heel fijn. Ik neem een verantwoordelijkheid in deze. Dankjewel hè. Jij ook bedankt hè. Doei. 0800-1121. Joost. Ja, hallo. Hallo. Hoe is het? Nou, op zich redelijk met jou. Ja, met mij ook goed. Oh, gelukkig. Ik hoorde net die vraag over die sterrenstelsels. Ja. En waar wij nou ons bevinden in de aarde. Ja. Maar ik hoorde ook de vraag over de wind. Nou, hoe de wind nou ontstaat. Ja. Nou, zullen we met de wind beginnen? Ja, laten we dat doen. Nou, dus de wind die stroomt in principe
stroomt de wind van een hoog drukgebied naar een laag drukgebied. Ja. He, net als water van hoog naar laag stroomt. Ja. Maar de wind heeft ook te maken met het draaien van de aarde. Oh ja. Want de wind die stroomt van hoog naar laag, maar tegelijkertijd draait de aarde. Dus als de wind een stukje heeft gewaaid, dan is de aarde weer een stukje gedraaid. Mm-hmm. En dat kun je eigenlijk een beetje stimuleren of nabootsen met een oude platenspeler. Daar een stuk papier op leggen en dan een liniaal en een stift en dan in één keer, hup, een lijn trekken. En dan zie je dat die lijn krom is. En als je op het weerplaatje kijkt, dan stroomt de wind eigenlijk altijd rondom een hoge drukgebied. Ja. Rondom een lage drukgebied. Ja. En omdat wij op het noordelijk halfrond zijn, dan als je een hoog drukgebied hebt, stroomt die altijd met de klok mee. Laag drukgebied stroomt de wind altijd tegen de klok in. Ja. De wijzers van de klok. Dus. En daarmee, ja. Van hoge drukgebied naar lage drukgebied, maar omdat ook de aarde draait, ja, draait die als een cirkel, ja, om een hoog drukgebied en een lage drukgebied heen. Maar je kunt dat zien als een oude platenspeler, maar moet het een oude platenspeler zijn? Mag het ook een nieuwe platenspeler zijn? Mag ook een nieuwe platenspeler, okay, zijn. En een stuk karton eroverheen prikken. Ja. Lineaal erlangs en in één keer, hup, een lijntje trekken. Terwijl die draait, hè, ja, natuurlijk. Ja. Dan krijg je geen rechte lijn. Nee. Dus in de aarde stroomt die als het ware om het hoogdrukgebied heen. Ja. En om het laagdrukgebied heen. En op de plaatjes van het journaal, de weerplaatjes, mm-hmm, kun je dat heel goed zien, dat die om het hoogdruk en het laagdrukgebied heen stroomt. Nou, dankjewel. En daarover trouwens ook wat wel grappig is. Oh, ja. Want als een hoogdrukgebied boven Nederland ligt, is het meestal mooi weer. Ja. Oh, dat was het. En dat komt doordat een hoogdrukgebied, als je een fietspomp hebt en je gaat je band oppompen, ja, en je voelt aan die fietspomp, dan voel je dat die warm is. Ja. Als je hoge druk maakt, dan wordt de lucht wat iets warmer en in de wolken zitten hele fijne druppeltjes en die kunnen dan net iets makkelijker oplossen in de lucht. Hmm. En daardoor is hoog drukgebied, weinig wolken en mooi weer. Klinkt goed. Goed, hè? Ja. En ik wist ook nog wat over die sterren. Ja. En de vraag was, er waren eigenlijk twee vragen. Oh. Maar één vraag kan ik goed beantwoorden. En dat is over de plaats van ons, de aarde, in het heelal. Ja. Hoe kunnen ze dat bepalen? En dat heeft te maken met parallax. Oh, dat klinkt nu al heel ingewikkeld. Parallax. Ja. Als je je arm strekt en je steekt je duim omhoog. Ja. En je kijkt dan met je rechteroog en dan met je linkeroog. Ja. Dan zie je je duim. Ja. En je ziet dat de achtergrond verschoven is als, ja, je met je andere oog kijkt. Ja. En dat is parallax. Dat verschil van ervaring. Ook, ja. Zo is het ook met sterren, is het ook zo. Je ziet een ster. En als je dan, die zie je tegenover de achtergrond, daar staan ook sterren. Maar één ster die je ziet, waar je naar kijkt, die is dichtbij. En als je dan nu kijkt en je kijkt een half jaar later, een half jaar later is de aarde aan de andere kant van de zon. Hè? Je kijkt met je ene oog en met je andere oog. Ja. En dan zie je dat die ster een stukje verschoven is ten opzichte van achtergrondsterren. Oh. En hoe komt dat? Dat heeft met parallax te maken. Die ster die dichtbij is, is in het voorbeeld is je duim. En je kijkt met één oog. En dan kijk je met je andere oog. En dan is je duim verplaatst.
En de achtergrond is gelijk gebleven. Ten opzichte van de achtergrond is de achtergrond verplaatst. En zo kunnen ze bepalen welke sterren dichtbij zijn en welke sterren veraf zijn. Oké, okay, nou ik hoop dat degene die René die met de vraag kwam het begrijpt. Ja, maar er is nog wat aan de hand. Oh jee. Hoe kun je de snelheid van een ster bepalen? Ja. Dat is weer wat anders. Oh. En dat heeft te maken met een spectrum. En een spectrum is eigenlijk een regenboog. Is een spectrum. Ja. Als je in een cd'tje kijkt, zie je allerlei kleuren. Ja. Dat is een spectrum. Ja. Nou. Als je het kwikatoom hebt. Oh nee, dit wordt ingewikkeld. Gaat heel ingewikkeld. Nee, dit gaan we niet meer. Dit houden we niet vol. Gaan we dat niet doen? Nee, met kwikatomen, dat is wetenschappelijk bewezen dat bij kwikatomen haken het grootste deel van de ongeschoolde luisteraars af en die heb ik hard nodig. Oké, nou. Maar ik dank je hartelijk voor je bijdrage. Mag ik nog één ding zeggen dan? Ja hoor. Het schijnt dat die kwikatomen heel gevaarlijk zijn en daar mag niemand de spaarlampen en TL-lampen bij het afval gooien. Oh ja. Inleveren bij de doe-het-zelf-zaak. Oké. Okay. Kijk, dat hadden we niet willen missen. Dat hadden we niet willen missen. Dankjewel, hè. Hetzelfde. Dank je. Hoi. Bye bye. 0800-1121. Wil? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Wil. Goedemorgen. Hi. Ik heb de oplossing voor degene die dat plaatje doet van dat, of dat melodietje van het paardenrennen. Oh, dat gaat wel heel makkelijk. Ja. De oplossing. En wat is de oplossing? De aanbeeldpolka. De aanbeeldpolka? Ja. Daar heb ik nou nog nooit van gehoord. En ken je de boertjes van Buten nog? De boertjes van Buten. Pff, dat is lang geleden. Het Kees Schilproort. Ja, maar dat is wel heel lang geleden hoor. Dat, volgens mij was ik toen niet echt geboren. Nee, maar daar komt het maar vandaan. Echt waar? Althans, daar hebben ze het ook in gespeeld. Oh, oké. Okay. Maar ja, wie is dan de componist? Dat is een goede vraag. Ja, hè? Nou, dan moeten we dus naar de naam van het nummer. En dat wist ik toevallig. Ja, nee, hartstikke goed. En waarom weet je dat? Ik ben een hele erge muziekman. Ah, ja, dan blijven dingen hangen. Juist. Wacht even, was het nou de aanbeeldmars, zei je dat? Nee, aanbeeldpolka. Oh, sorry. De aanbeeldpolka. Nou, eens even kijken hoor. Het ezer op smeden. Weet je niet? Want daar hebben ze. Ja, dat is een aanbeeld. Ja, ja. Juist. En dan de aanbeeldpolka. Nou, dankjewel. Oké. Okay. Ik hoor hem al. Dag Wil. Hoi. Als iemand nou de componist weet van deze aanbeeldpolka. 0800-1121. Tineke? Ja, de cryptogram. Oh, ja, die hadden we ook nog. Even kijken hoor. Zaterdag weten we of Sinterklaas te veel heeft gesnoept. Ja. 10 letters. Ja. Aangekomen. Aangekomen is natuurlijk gewoon goed. Want aanstaande zaterdag is die aangekomen. En als die te veel heeft gesnoept, is die ook aangekomen. Jazeker. Hij was weer te makkelijk, hè? Ja, het was een beetje makkelijk. Daarom probeer ik het toch maar. Want ik denk, iedereen denkt, hij is toch te makkelijk. Nou, dat denk ik niet, hoor. Er zijn nog een hoop mensen die zich hier het hoofd over breken. Maar ja, ik heb zelf niet zo'n... Ik heb geen crypto-knobbel. Dus ik moet ze altijd een beetje... Nee, ik ook niet zo erg. Maar zulke vind ik dan juist leuk om te bellen. Omdat ik het dan toch weet. Ja, zie. Nou, daar doen we het allemaal voor. Tineke, wat was je achternaam? Bosman. Tineke Bosman uit... Soest. Tineke Bosman uit Soest. Er komt een pakketje jouw kant op in Sinterklaaspapier met daarin een onbekende inhoud waar je vast van gaat glimlachen. Dat hoop ik in ieder geval. Ik stuur wat op. Ja. Dag. Goed aan Soest. Dag. Dag. Henk. Goedemorgen. Hallo. Ja, wat over die aanbeeldpolka. Ja. De oude versie die is van de platenmaatschappij Telstar geweest en die was van Johnny Hoes. Echt waar? Ja. Oh. Maar zou Johnny Hoes die dan daadwerkelijk gecomponeerd hebben? Ik denk dat Jan Gorrissen hem geschreven heeft. Jan Gorrissen.
En wat een nieuwe moderne versie betreft, die je net liet horen van James Light. Moderne versie ook, ja, ja. Die? Die heeft hij zelf geschreven. Joh. Ja. Nou, leuk. Dankjewel. Hoe weet je dat allemaal? Weet je dat. Wat? Piraat geweest vroeger, hè? Dan weet je dat. Oh, dan moest je hem heel vaak draaien voor broodjeszaak Ome Joop op de hoek van de Kerkstraat. Dat bedoel ik. Hé, wat leuk. En doe je dat nu helemaal niet? Nee, hoor. Dat is 30 jaar geleden. Ja, maar als ze één keer je apparatuur zijn komen ophalen en je boete moest betalen, is het niet leuk meer, hè? Het is bij mij 3 keer gebeurd. Ja, erg is dat toch, hè? Ja, oh. Maar goed, maar toch... Maar ik denk als je gaat zoeken onder Telstar en Johnny Hoes, dat je daar de antwoorden wel kan vinden via internet. Ja, maar dat is altijd van die beroerde kwaliteit. En bovendien hebben we nu net een leuke versie gehoord. Maar, ja, dat is geen klas, hè? Ja, precies. Maar dan... Maar dan... Toch, die oude is ook leuk, hoor. Ja? Ja. Nou, dan is in ieder geval de beste jongen die ermee kwam ook weer geholpen. Zo is het. Nou, veel succes ermee. Oké, jij bedankt. Veel succes met je programma. Dat komt goed. Doei. Hoi. Dag. Marco. Ja, dat klopt. Hallo, Marco. Hi. Hi. Hey, die componist van die Ambos Polka. Ja. Dat schijnt een Albert Parlo te zijn. Kijk. Albert Parlo. Even op Google zoeken. Ik ben weer in Nederland, dus dan kan je weer internetten. Ja. En dan kwam naar boven dat het een componist was wiens de bekendste werk de Ambos Polka. Nou, dan is de kwestie opgelost. Ja. En dan is iedereen weer tevreden en dan kan Arie rustig slapen. Dankjewel daarvoor. Heb je nog zin in een spelletje Raad wat hij lijkt? Oh, ben je onderweg nu? Oh, je zei al, ik ben Nederland weer in. Ja. Oh, en je bent volgeladen? Ik ben al volgeladen. Oh, oké, raad wat hij rijdt. Wacht even, dan moet ik me altijd even focussen. Dan moeten papiertjes even weg, anders word ik afgeleid. Eventjes, even concentreren. Ik hoop dat het niet al te moeilijk is voor je. Nee, Marco. Marco, ja, jij rijdt in een vrachtwagen. In de laadbak zit er iets wat je kunt eten? Nee. Zit er iets wat je wat iedereen in huis heeft? Nee. Is het een grondmateriaal om iets anders van te maken? Nee. Is het vloeibaar? Nee. Is het levend of levend geweest? Nee. Nou, je hebt nog niet veel jaar gehad, hè? Wat zeg je? Je hebt nog niet veel jaar gehad. Nee, het valt mij ook op. Ja. Je kunt het niet eten. Kun je het drinken? Nee, want het is niet vloeibaar. Is het van plastic? Nee. Is het van hout? Nee, want is het levend geweest? Is het van steen? Twijfel. Je twijfelt of het van steen is. Is het... Ik denk niet dat het van steen is. Je hebt iets in de bak waarvan je zelf niet weet waar het van gemaakt is. Juist. En ik moet het raden. Zijn het verschillende dingen of is het één... En het valt het onder één noemer? Het valt onder één noemer. Oké. Is het al af? Zou je het kunnen aanschaffen in deze vorm? Ja. Heb jij het in huis? Nee. Zijn het auto's? Nee. Nee, want dat is natuurlijk niet over van steen. Jij hebt het niet in huis. Zijn er veel mensen in Nederland die het in huis hebben? Denk het niet. Zijn er veel bedrijven die het in huis hebben? In het kantoor? Of in de fabriek? Ik denk dat vaker bedrijven het in huis hebben als... Mensen zelf in huis, inderdaad. Is het groot? Nee. Zijn het allemaal kleine? Het zijn allemaal kleine, ja. Oké. Is het behalve misschien van steen ook nog van andere grondstoffen gemaakt? Nee. Dus het is alleen maar misschien van steen? Ja. En is het kunst? Nee. Nee. Is het beton? Is het cement? Nee. Het aardewerk? Nee. Nee. Is het breekbaar?
breekbaar. Je moet het zo zien. Het is wel heel... breekbaar, dat is een groot woord, maar... Als je erop stampt, is het kapot, zeg maar. Maar als je erin knijpt, is het niet kapot. Als je erop stampt, is het kapot. Als je erin knijpt, niet. En het is misschien van steen. Dat is zo verwarrend. Het is poreus. Oh, het is poreus. Ja, ik zit te denken aan stenen palen of... het is klein. Ja, het is kleiner. Je moet meer aan... is het bouwmateriaal? Het is geen bouwmateriaal. Oh, je kan ingeven, denk aan een tuincentrum. Tuinkabouters? Nee, die zijn niet klein. Nee, het is nog kleiner dan de gemiddelde tuinkabouter. Ja. En als je... bloempotten. Wat zeg je? Bloempotten. Nee, nog klein. Ik zal je een kleine hint geven. Het zijn, je moet meer in millimeters denken. Ik heb je hebt verschillende maten. Ik denk dat hooguit misschien 3 centimeter doorsnee is. Maar het zijn geen kiezelstenen. Nee. Want die gaan niet kapot. Nee. Dus het zijn dingen die je in de tuin zou kunnen gebruiken... van nog geen 3 centimeter groot... die stuk gaan als je erop springt. Ja, nou niet in de tuin. Oh. Maar in een plantenbak. Als je nu zegt wat het is, dan zeg ik... ik heb er nog nooit van gehoord. Nee? Nee. Heb jij wel eens van die bruine korrels in een plantenbak zien liggen bovenin? Nee, maar ik heb ook geen... Ja! Ja, hydrokorrels. Dat vocht vasthouden. Potverdikkie. Dat is een moeilijk, hè? Dat is gewoon te moeilijk. Ja. Hydrokorrels. Nee, dat woord is ook als... Nee. Dat is mijn nieuw. Maar ik vond het wel interessant. Ja. Ja. Dus ja, we rijden wel vaak van de stil. We rijden zelfs ook gebroken dakpannen. Tuurlijk. En weet je wat ze daarmee doen? Nou? Dat is voor duivenvoer. Nee, eten duiven gebroken dakpannen? Ja. Kalk. Nee, dat kwam mij ook heel hoogst verbaasd over. Want ik moest daar los in Nederland. Ik zei, wat doen jullie hiermee? Ja. Hij zegt, dat geloof je toch niet als ik het zeg. Ik zeg het maar. Hij zegt, dat malen we fijn en dat wordt bij duivenvoer gebruikt. Die arme duiven. Ja, die vreet je huis dus op. Kijk, weer wat geleerd. Heb jij nou thuis ook van die bruine korrels in de plantenbak? Nee, want ik... Oh nee, dat zei ik al, heb je het in huis. Nee, maar wel in de tuin misschien. Nou, ook niet, nee, hè? Ook niet. Nou, ik ben blij dat er mensen zijn in de samenleving die hoe heet het ook weer? Hydrokorrels. Die de hydrokorrels van A naar B vervoeren, midden in de nacht. Klopt. Zet hem op, hè? Hey, goeie uitzending verder. Joe, dankjewel. Hoi. Robert? Ja? Hallo. Hallo, Astrid. Nou, zeg het maar. Nou, ja, dat was een vraag over hoe de wind ontstaat. Ja? Nou, dat komt eigenlijk... Dat luchtdrukverschil waar net over iemand op sprak... wordt eerst opgebouwd. Nou, dat is de hele dunne schil lucht. En die dunne schil lucht die wordt op verschillende plaatsen opgewarmd... en de andere afgekoeld. En de onderslaaf van de lucht, dat is tot de stratosfeer. Ja. Dan ongeveer 5 bij de polen en 18 bij de evenaar dik. En die dikte, de laag, die verschilt dus in hoogte. Ja. Als die dan heel erg wordt opgewarmd, dan zet die heel erg uit. En dan aan de bovenkant gaat de lucht afvloeien. Mm-hmm. Waardoor er dus verderop meer lucht erbij komt. En als er meer lucht komt, krijg je een hoger drukgebied. Waar de lucht uitgezet is en afvloeit op grote hoogte, dan ontstaat een laagdrukgebied. Dat laagdrukgebied geeft onderaan dus die wet van Buisbollot, heet dat, waar de lucht gaat werken. Dat er laagdrukgebied ontstaat en de lucht daar naartoe zuigt. Dus wind ontstaat omdat er warme en koude vlekken zijn in de atmosfeer. Waardoor die laag en die hoge drukgebieden ontstaan. Kijk. Snap je? Ja. Ja, ik herinner me ook weer vaag wat lessen natuurkunde. Ja. Moet even weer bovengehaald worden, maar ik weet het weer een beetje. Dankjewel, Robert. Ja. Oké. Nou ja, graag gedaan. En een fijne vrijdag. Ja, wat sterren betreft. Ja.
ik heb laatst ook wel eens gehoord van televisie dat het heelal een grote bol is. Waar alle sterren zeg maar op de schil van die grote bol zal staan. Dus een heelal zou wel de bol zijn. Ja, maar de vraag maar is, waar die... zitten wij dan in die bol? Nou, ja, goed. Je zit erg in die bol en je duidt. Het uitdijen in de heelal is er een grote bol in alle sterren zitten ergens op die bol. En dat van die afstand van die meneer met die duimen zo uitleggen, dat klopt ook wel. Maar het is niet zo dat je ergens middenin in het heelal zit. Nee, maar waar dan wel? We zitten allemaal op de rand van het heelal, zeg maar. Het heelal is allemaal bollen. Dus als je een licht uitzendt. Ja. Van de aarde. Robert, ik vind het echt, ik waardeer het heel erg. Maar we hebben een hele slechte lijn en ingewikkelde materie. Dus dat gaan mensen echt niet. Die gaan het niet meer. Die kunnen het niet meer opbrengen. Ik denk dat dat ook wel weer meevalt. Maar in ieder geval, dank tot zover, Robert. Oké. Fijne vrijdag. Mevrouw Hogers. Ja, hallo. Hallo. Dan spreekt u mee met B. Dag B. Waar belde je voor? Nou, ik werd wel afgeleid door alle toestanden, want je moet natuurlijk lang wachten voordat je aan de beurt bent. Ja. En ik vond het een heel leuk verhaal wat er in die achterbak zat van een grote vrachtwagen. Hydrokorrels. Gelukkig. Dat was ik bijna vergeten wat ik wilde vragen. Maar mijn vraag is echt, ik weet niet, is heel anders dan alle andere vragen. Ik vind het wel grappig wat ik heel erg heb met... beste vriendinnen en familie, dat ik zij ga bellen. En dan op hetzelfde moment neem ik op en dan belt diegene mij die ik aan de lijn wilde hebben. Ja. En dat is een soort telepathie. En wat is telepathie dan eigenlijk? Hoe kan dat zo door je hoofd gaan als je aan iemand denkt en degene die aan de andere kant van de lijn zit, die aan jou denkt ook, en dat je dan heel gek elkaar aan de lijn krijgt, zelfs zonder te bellen. Zelfs dus zonder te bellen, ja. Maar die andere belt mij ook. Oh, oké. Ja, dat hij niet eens over gaat het toch... Maar hoe vaak gebeurt jou dat? Heel vaak. Echt waar? Ja, absoluut. Oh, wat bijzonder. Absoluut. Ja. Ja, nou precies. En dat is mijn vraag, hoe kan het lijntje daar zo zijn? Dat je zo'n contact hebt met... wat door de kosmos gaat. Dat je gewoon denkt aan elkaar en dat je dan op dat moment... Echt waar, dan gaat mijn telefoon over. Ja. Die andere is niet overgegaan en die hebt aan de lijn... Diezelfde persoon wilde mij ook bellen. Nou, het is duidelijk. Ik ga eens eventjes op zoek naar iemand die daar nog iets zinnigs over kan zeggen. We hebben nog maar een minuutje of 10. Dus als je denkt van, kom me bekend voor, ik weet er wat van. 0800-1121. Jij bedankt. Goeienacht nog, of goeiedag. Ja, dag. Gert-Jan. Ja, ik wil eventjes ingaan op dat koggenschip wat van Kampen naar Basel zou willen. Ja, ja. Dan is het eigenlijk de vervolgvraag. Waarom zou je dat zo graag willen? Ja, dat weet ik toch ook niet. Nee, er is meer van Basel naar Kampen gegaan dan omgekeerd. Nou ja, maar je kunt niet de hele tijd alleen maar van Basel naar Kampen gaan. Nee. Je moet op een gegeven moment ook weer terug. What goes up must come down. Ja, maar die vervoerstromen in dat Hanseverbond, dat ging voornamelijk om wijn uit de Elzas en de goederen van de Noord-Italiaanse steden over de Alpen. En die werden van Basel tot aan de Oostzee vervoerd. En ik vind het voor mij ook heel intrigerend. Ik hoor mezelf trouwens. Ja. Een intrigerende vraag hoe dat hele Hanseverbond, waar Kampen er dan ook het centrum van is in Nederlandse verhoudingen. Hoe dat hele stedenverbond, die handelsbetrekkingen tussen Noord-Italië en Vlaanderen en Engeland en noem maar op. Dat ging meer van Basel naar Kampen dan omgekeerd. Ja. En over die vaarttijd, daar heb ik niks van kunnen vinden. Maar wel de omvang van de goederenstroom.
En dat is interessanter. Tenminste, vind ik zo. Ja, dat maakt Adrie, denk ik, liever zelf uit. Maar ja. Ja, nou goed. Kijk, ik heb hier nu twee boeken voor mijn neus liggen waar dat over gaat. Hmm. Er is een Aula Pocket, nummer 308, over de Hanse opkomst, bloei en ondergang van een handelsverbond door een hoogleraar geschiedenis in Straatsburg, Philippe Dollinger. En dat is een autoriteit op al die Hanse kwesties. Dat is heel kortweg gezegd. Aula nummer 308. Ik denk dat alleen nog antiquarisch verkrijgbaar is. En mijn andere bron is een catalogus van een tentoonstelling die in Antwerpen is geweest. Dan moet ik even terugbladeren. In 1984. En daar heb ik wel een ISBN-nummer voor de persoon. Nee, dat gaat niet over de... Dat kan buiten de uitzending ook. Ja. Ja, maar wat ik nou zo graag... Want ik bedoel, of het nou van Basel naar Kampen ging of van Kampen naar Basel. Ja, oh, ja. Dan kon je zonder zeil kon je gewoon meedobberen. Ja. Maar hoe kwam je dan weer terug? Via een omweg? Ja, nou, die hele handelsstromen, dat ging tot aan Bergen in Noorwegen. En ja, dan ging je andersom terug. Ja, en vaak ook met lege schepen gewoon lading halen. Vooral, het ging tussen Basel en Keulen. Het ging voornamelijk om wijn. Ging veel meer van Basel naar Kampen dan omgekeerd. Dat is eigenlijk... Ja, dat begrijp ik, ja. En die catalogus van die tentoonstelling, die heb ik hier voor mijn neus. En dat is best wel interessant, vind ik zelf. Omdat dus die Hansesteden ook de switch maakten van de middeleeuwen in Noord-Europa naar de Renaissance en wat er verder achteraan kwam. Mm-hmm. Maar goed, dat wordt wat ingewikkeld. Ja, het is veel te uitgebreid, maar het wordt wel gewaardeerd. Ja, maar daarom dus dat de vervolgvraag is, waarom zou een koggenschip naar Basel willen? Ja, maar dat is echt zo, dat is echt de eigenwijze leerlingentaal is dat. Want dat is dan... Dat is dan van, een trein rijdt met 120 kilometer per uur van A naar B. En dan vragen, maar waarom zou die van A naar B gaan? Hij kan toch via... Ja, maar een trein heeft een dienstregeling. Hè? En in de 14e, 15e eeuw waren niet zulke duidelijke dienstregelingen. Ja, maar juist dan zou je dus kunnen zeggen dat zo'n schipper het in zijn hoofd haalde van, vandaag wil ik wel eens naar Kampen. Ja, heb ik goede dingen over gehoord. Het ging met name om de lading. Dan krijg je hele andere verhalen. Goed. Dus, goed, dat wilde ik even kwijt. Toch bedankt. Oké, tot de volgende keer. Dag. Marieke. Goedemorgen. Hallo. Ik had een antwoord op de dyslexievraag. Nee. Ja? Ik ben die hele vraag vergeten. Waar heb ik hem ook alweer staan? Het was een vraag over waarom er in... Romaanse talen minder dyslexie zou voorkomen dan... Nee, in Germaanse talen. In Germaanse talen meer dyslexie dan in Romaanse talen. Ja. Dus nou, ik was de hele vraag vergeten. Ja, vertel. Ja. Het verschil zit eigenlijk niet alleen in de Germaanse of de Romaanse talen, maar het verschil echt per taal. En het probleem dat mensen met dyslexie hebben, is dat mensen het moeilijk vinden op een... geschreven letter te koppelen. Oh, we hebben echt een hele dyslectische verbinding. Ja, ik hoor hier ook al iets van, En het is zo jammer, want ik hang echt aan je lippen. Maar kun je misschien ondersteboven uit het raam gaan hangen met de klerenhanger tussen je tenen? ik denk dat dat een hoop oplost. Ik ga in ieder geval eventjes een klein stukje lopen. Oh, dat is ook praktisch denken. Ja, gewoon even op een ander plekje gaan staan. Helpt dit dan? Ja, maar dan zal je altijd zien op het moment dat je zegt, kun je me verstaan, is het prima. Maar zodra je weer... Probeer het maar als ik stop ho zeg, dan moet je terug. Oké, dan spreken we dat af. Ja. Mensen met dyslexie hebben moeite om een geschreven letter te koppelen aan een klank. En dat gaat nog wel als het bijvoorbeeld een T is of een D. Maar er zijn natuurlijk klanken of letters die heel anders worden uitgesproken. Denk bijvoorbeeld aan... emmer, dan schrijf je de E, dus twee keer gebruik je een E, maar je spreekt hem twee keer verschillend uit. Ja. En, dat heb ik met mijn dochter die altijd beer schrijft, B-I-R, in plaats van beer. Ja, die spreekt beer uit. Ja.
die schrijft het ook. En ze heeft gelijk ook, ja. Ja. het verschil tussen de talen zit erin dat sommige talen die schrijven heel veel woorden zoals je ze uitspreekt. Maar er zijn ook talen die daar die totaal verschillen qua uitspraak en qua schrift. Denk bijvoorbeeld aan het Engels. Je hebt het woordje tough. Dat schrijf je aan het einde met GH. Ja. Maar je hebt ook do. Dat schrijf je ook met GH aan het einde. Maar dan spreek je die GH helemaal niet uit. Ja. En de andere keer schrijf je GH en spreek je het uit als een F. Ja. En in het Engels komt er dus vrij veel dyslexie voor. Omdat die koppeling tussen de geschreven letter en de klank zo moeilijk is. En ook zo vaak verschilt. En in het Nederlands is dat al wat minder. Want we hebben vrij veel klanken die hetzelfde schrijft als dat je ze zegt. Ja. En in Italiaans bijvoorbeeld, daar komen ze bijna altijd met elkaar overheen. Oh, ja. Dus dat is veel minder moeilijke taal om lezen. Het begrip van de uitspraak ten opzichte van hoe je het schrijft. Marieke, we laten het hierbij, want het is een prachtig verhaal. En fijn dat je nog even belde, maar de lijn is echt heel slecht. Dus ik dank je hartelijk. Mag ik dan nog één tip geven voor mensen die het verhaal toch verder willen lezen? Een tip voor de mensen die het verhaal verder willen lezen, ja? Op de site taalkanon.nl en kanon.nl. Het gaat heel lang duren om deze site ook daadwerkelijk uit te spreken. We proberen het nog één keer. Taalkanon. En in de kanon dan met CA? En dan de kanon is met een C, ja? Ja, taalkanon. En daar staat onder het kopje alle vragen. Ja. Staat de vraag, hebben Italianen en Chinezen ook dyslexie? En daar kunnen mensen meer informatie vinden. Kijk, hartstikke goed. Dankjewel, hè? Oké, goed. Dag Marieke. Dag. Lodewijk. Ja. Hallo. Hallo. Gaat over de hydrocorrels. Ja, u heet mevrouw Lodewijk, denk ik, of niet? Ik ben mevrouw Lodewijk, ja. Ja, oké. Okay. Ja, zegt u het maar. Ik heb een tip. Daar doen ze altijd die hydrocorrels onder in die bloempotten. Ja. En dat is zo'n gepier als je dat er weer uit moet, aan de nieuwe potten en zo. En dan doe ik altijd die hydrocorrels in een pentiknikootje. Ja. En als je later weer verpoten wil, dan is dat veel makkelijker. Dan heb je niet al die korrels... gezeur mee. Oh ja. Dan kun je zo die pentiknikootje, die kun je zo weer onderuit halen. Je kunt er 1 of 2 of 3, net naar de pot groot is, kun je erin doen. Ik heb die tip al vaak gegeven en ze vinden dat allemaal fantastisch. Dus dat wou ik even doorgeven. Ja, maar eventjes voor mij, want die hydrokorrels, ook naar aanleiding van het gesprek dacht ik dat voor de sier was. Maar dat is dus natuurlijk helemaal niet zo. Ze houden ook vocht vast, zijn ook nuttige dingen. Ja, Rob de Linde, die doet de zaden ook wel in die pot en dan gooit je zo'n hele bak voor erin. En dan denk ik, kan de industrie nou niet iets een zakjes maken die niet vergaan, zodat je ze daarin kunt doen. Maar dat doen ze ook. Alleen die kunt u ook om uw voeten doen. Oh. Met hydrokorrels. Ja, nee, ik zou ze zonder hydrokorrels... Alhoewel, bij zweetvoeten... misschien panty sokjes met hydrokorrels. Nee, maar eventjes voor mij, want die doe je dan onderin de pot. Ja. En dan daar de aarde bovenop. Of moet je ze dan eerst ook nog nat maken? Nee, dat gaat vanzelf dan... Dan doe je een knoop in en dan heb je later, als je verpoten wil, dan heb je gelijk die... Dan kun je die zak er zo weer uithalen, of die panties. Ja. Met die hydrocorrels, dan heb je niet dat allemaal los. Nee. Nou, en dat is een hartstikke goede tip. En heeft u dan ook wel eens dat u 's ochtends uit bed komt en dan heeft u ontbeten... en dan denkt u, nou, ik ga nu even naar de supermarkt... en dat u dan uw pantysokjes aan wil doen en dat ze allemaal op zijn... omdat u ze die hydrocorrels erin in de... Nee, ze zijn allemaal die kapotte panties waar een ladder in zit of zo. Oh, en dan gebruikt u de voetjes, maar de rest heeft u dan natuurlijk niet meer nodig. Ja, natuurlijk. Het moet wel een beetje zuinig zijn, hè. Kijk. Nou, ik hoop dat de mensen daar een goede tip aan hebben. Ik twijfelde niet aan. En hoe een telefoontje van, ik meen Marco, toch maar kon leiden tot deze informatie over hydrocorrels. Dank u wel, mevrouw Lodewijk. Ja. Dank u wel, plaatsgenoot. Fijne vrijdag. Ja, dag. Dit was Nachtzuster voor vannacht. Volgende week ben ik er weer. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag.